Welkom en fijn dat je kijkt naar de Nationale Privacy Conferentie 2021. We gaan vanmiddag de hele middag praten over digitale privacy en privacy in zijn algemeenheid. Dat doen we live vanuit de Nieuwspoort in Den Haag. Sprekers zijn of hier aanwezig bij ons of bellen in vanuit huis of kantoor. Jij kunt meepraten, dat doe je via de sociale kanalen. Je kunt verschillende hashtags gebruiken op de verschillende kanalen van onder andere de ECP en Privacy First. Groot hoogtepunt van vandaag is de uitreiking van de Privacy Awards in de 4 categorieën. Daarover zometeen meer. Ik ga je ook vertellen met wie ik allemaal ga spreken hier vanmiddag. Maar ik wil eerst voor de opening het woord geven aan Marjolein Bonthuis, programmadirecteur Digitale Veiligheid van de ECP. Marjolein. Dankjewel Tom en welkom allemaal thuis bij deze privacyconferentie in Nederland op de Europese Dag van de Privacy. Het is heel raar om hier vandaag in een praktisch leeg Nieuwspoort te staan met u te praten. En vooral ook omdat we een record aantal aanmeldingen hebben. Dus misschien is het ook wel goed dat het online is, want zo bereiken we duidelijk dus meer mensen. En het zou hier helemaal niet gepast hebben vandaag. Ik heet u allemaal welkom, niet alleen namens ECP, Platform voor de Informatiesamenleving en Privacy First, maar uitdrukkelijk ook namens het Ministerie van Economische Zaken, die toch maar mooi mogelijk maakt dat we hier kunnen zijn vandaag. Het is de 4e keer dat we deze conferentie op deze manier organiseren met het uitreiken van die Privacy Awards. En ik ben net zo nieuwsgierig als u naar de pitches vandaag en wie uiteindelijk met die felbegeerde award er vandoor gaat, eind van de middag. Tot slot even nog een klein, Tom zal dat ook nog een keer benadrukken. Het is toch interactief, we willen u zoveel mogelijk ook naar binnen halen vandaag. Dus gebruik de chat, stel uw vragen. Maar er zijn ongelooflijk veel onderwerpen die aan bod komen. Dus we zullen lang niet al die vragen kunnen beantwoorden. We willen u toch de gelegenheid geven, wilt u meer weten? Wilt u wat dieper ingaan op een onderwerp? Mail ons dan op privacy@ecp.nl. Weet ons vooral te vinden. En tot slot, aan het eind van de dag zullen we ook een enquête naar u sturen. Vul hem in, want alleen dan kunnen wij de goede onderwerpen beetpakken die we graag met u samen doen. En dan rest mij eigenlijk niet meer dan u een hele informatieve middag te wensen. Met heel veel debat in en vanuit huis en hier. En geef ik graag het woord terug aan Tom. Dankjewel Marjolein. Dank voor deze mooie openingswoorden. De hashtags die je kunt gebruiken online zijn onder andere hashtag NPC. Nationale Privacy Conferentie staat dat uiteraard voor 2021. En de hashtag Privacy Awards die mag je ook gebruiken. Stel vooral de vragen ook in de chat. Ik ga mijn best doen om er zoveel mogelijk te behandelen. En wat wij weten van andere jaren is dat het publiek van deze conferentie altijd ontzettend kritisch is. Ook heel erg betrokken is. En ik ben ervan overtuigd dat dat ook online zeker het geval is. Dus we maken deze uitzending absoluut samen. Eerste gast van vandaag was vorig jaar ook bij ons Monique Vergier van de Autoriteit Persoonsgegevens, vicevoorzitter. Monique, fijn dat je er bent. Vanuit huis neem ik aan of vanuit kantoor van de autoriteit? Nee, vanuit huis. Vanuit huis en dat huis staat in? In Kattendijken, een klein dorpje in Zeeland. Kijk, hartstikke goed. Nou, fijn dat je bij ons bent. Het onderwerp wat we vanmiddag meerdere keren voorbij zullen horen komen, en hoe kan het ook anders, is natuurlijk corona. Zeker gerelateerd tot dat thema privacy. En wat dan zeker ook meteen opplopt, is eigenlijk het thema volgsoftware. Voordat we daar verder over door gaan praten, kun je eens uitleggen wat dat nou precies is, die volgsoftware? Ja, volgsoftware is eigenlijk letterlijk wat het zegt. Software die je kan volgen. Hè. Het grootste, eigenlijk belangrijkste onderdeel wat iedereen wel kent, zijn de tracking software die in auto's zit. Om te kijken waar een auto is. Maar er is natuurlijk ook heel erg veel meer gekomen. Zeker toen iedereen thuis ging werken. Waarbij zelfs werkgevers meten hoeveel aanslagen iemand per minuut heeft. Wanneer iemand inschakelt en of die wel doorwerkt, wanneer die uitschakelt. Het surfgedrag verder op de computer. Dus dat is wat volgsoftware doet. Wij hebben dan ook een geuzennaam gegeven aan die volgsoftware. En wij noemen dat gluurprogrammatuur. Kijk, dat is een term die blijft hangen. We kennen het ook, je noemt nu de bedrijven, maar we kennen het ook vanuit universiteiten. Proctoring heet het daar. Hè. Als toetsen worden afgenomen, dan wordt ook gekeken van, wordt er niet naar andere tabbladen gegaan? En hoe bewegen ogen van studenten? Kijken ze niet bijvoorbeeld naar een papiertje naast de laptop bijvoorbeeld? Is die inzet van die gluurapparatuur, zoals jij het nou noemt, is dat nou, als je kijkt naar de privacywetgeving, toegestaan? In sommige gevallen mag dat, ja. Maar in heel veel gevallen niet. De AVG die zit toe of het rechtmatig, transparant en behoorlijk gebeurt. En van belang als je het wil gaan inzetten is dat je je af moet vragen
of het wel noodzakelijk is. En of er ook minder ingrijpende of alternatieve manieren zijn. Mm. Wat ik heel interessant vind is, als je dit wil inzetten omdat je medewerkers niet vertrouwt, dan denk ik, goh, wat raar. Je hebt toch zelf die medewerker aangenomen. Ja. Dus het is toch raar als jij werknemers aanneemt die je niet vertrouwt. Hè? Dan had je ze niet moeten aannemen. Dus ik vind dat echt wel een maatschappelijke vraag die daaronder ligt. Maar als je wat wil doen om dingen vast te stellen, dan kun je dat doen. Maar dan betekent dus dat je een DPIA moet invullen. Dus heel expliciet moet nagaan wat de risico's zijn. En dat is nog misschien wel veel belangrijker, je moet het voorleggen aan de ondernemingsraad. Want de ondernemingsraad heeft hier instemmingsrecht op. Exact. Dus dat zijn voorbeelden, hè, van als je dat dan wil inzetten, dan zijn dit de stappen die je moet zetten. Kun je misschien een concreet voorbeeld noemen van waar inderdaad die volgsoftware wordt ingezet en waar dus ook deze stappen die je aanstipt zijn doorlopen? Ja, dat is dus afhankelijk van wat bedrijven wel en niet doen. Wij krijgen eigenlijk relatief weinig klachten hierover. En dat vinden we wel bijzonder, omdat we wel zeg maar uit de markt horen van goh, mijn medewerker wil precies weten wanneer ik start enzovoort. Hè. Dus veel medewerkers voelen meer wantrouwen nu van hun werkgever. Maar klachten hierover hebben we nog relatief weinig gehad. En ik denk dat het komt omdat mensen zich misschien wel helemaal niet realiseren hoe je eigenlijk allemaal gevolgd kan worden thuis. Exact. Je noemde net al de relatie tussen werkgever en werknemer. Hè, en dat je natuurlijk wel ook moet zorgen dat dat een gezonde relatie is, waarbij je medewerkers vertrouwt. Betekent het ook dat binnen dit thema daar een belangrijke taak ligt voor die werkgever? Ja, zeer zeker. Kijk, je moet dat delen. En als je wantrouwend bent, bespreek dat wantrouwen dan. Of bespreek met die medewerker, hoe kan ik nou weten wat jij genoeg gedaan hebt? Kijk, wat ik heel veel zie bij meetsystemen is dat men dan gaat meten wat er te meten is, in plaats van die informatie vast te leggen die ook wat zegt over dat wat je wil weten. Kijk, je kunt natuurlijk heel simpel meten dat iemand 100 telefoontjes heeft gedaan. Maar of die telefoontjes goed waren, ja, dat weet je natuurlijk niet door die 100 te tellen. En daar moet je het gesprek over aangaan. Hè? Dus als werkgever zou ik zeggen, bespreek met je medewerker waar jouw zorgen liggen. En kijk dan samen hoe je daar verantwoording kunt afleggen op een manier die veel minder ingrijpend is. Ja, Monique, we hebben ook veel verhalen, die heb jij vast en zeker ook gehoord, van burn-outs. Ook het ziekteverzuim dat in sommige gevallen is toegenomen. Is er een relatie, denk je, tussen het inzetten van die volgsoftware en bijvoorbeeld een burn-out? Ik denk dat er een relatie is tussen het wantrouwen en die burn-out. Als jij geen begrip hebt voor het feit dat iemand ook nog les moet geven aan zijn kinderen terwijl die moet werken, en dat dan ook niet s'avonds allemaal kan inhalen, want dan heeft hij feitelijk al een werkdag met de kinderen erop zitten en dan nog zijn werk moet doen. Kijk, dat geeft een burn-out. Ik kan me ook wel voorstellen dat daar waar heel veel druk uitgeoefend wordt vanwege dat wantrouwen door gebruik van volgsoftware, dat iemand zich zo bekeken voelt dat hij daardoor extra stress ervaart. Wat zou je aan werkgevers willen meegeven die overwegen om deze maatregel, of we moeten anders vragen, welke maatregel zouden werkgevers wat jou betreft moeten nemen als ze overwegen om deze software in te zetten? Eerst eens nagaan, wat wil je weten en waarom? En dat is denk ik het allerbelangrijkste, want ik krijg dus wel hele interessante vragen. Bijvoorbeeld een ziekenhuisbestuurder die belde mij en die zei van ja, ik moet toch weten welke patiënt of welke medewerkers wel of niet een vaccinatie hebben gehad. En dat ik zei, ja, maar hè, hoe ga je daar dan mee om? En al omdat wij daar een kwartiertje over spraken met elkaar, kwam hij er eigenlijk achter dat hij helemaal niet hoeft te weten of iemand wel of niet een vaccinatie heeft gehad, omdat alle medewerkers toch met beschermende kleding patiënten verzorgen. Dus daarmee was eigenlijk het gevoel dat hij had van ik moet wat doen. Door er even met mij over te praten en er goed over na te denken, viel de hele noodzaak weg. En ik denk dat dat van belang is. Denk heel goed na, waarom wil je dit doen? Kun je het niet op een andere manier doen? En als je het doet, doe dan een DPIA, zodat je alle risico's in kaart hebt. En leg het voor bij de ondernemingsraad, zodat ze kunnen instemmen. Exact. En dat is de werkgeverskant. Dialoog, heel belangrijk. Stel, we draaien het even om en we kijken vanuit de werknemerskant. En die worden geconfronteerd met inderdaad een baas die deze software heeft gevoerd of in wil gaan voeren. Wat kunnen die werknemers doen? Ik zou daar eerst het gesprek over aangaan. Hè. Vraag aan die werkgever waarom die dat doet.
Vraag aan de ondernemingsraad of ze instemmingsrecht hebben gegeven. Want we komen nog steeds ondernemingsraden tegen die niet eens weten dat ze hier instemmingsrecht over hebben. En als dat allemaal niet lukt, dan kun je altijd natuurlijk nog naar de ondernemingskamer of naar de kantonrechter. Maar het begint met een gewone, normale vraag. En die ondernemingsraad die is dus heel belangrijk, vanwege onder andere dat instemmingsrecht. Hoe groot is nou de kans dat die ondernemingsraden ook instemmen met zo'n voorgenomen besluit tot de invoering van zo'n werknemersvolgsysteem? Nou, dan kan ik eigenlijk alleen maar uit eigen ervaring spreken. En ik heb een aantal keer dit soort dingen ingevoerd, maar dan op een wat andere manier, namelijk in een ziekenhuis. Dat je een pasje hebt voordat je een kantoor ingaat of een ruimte ingaat, wat ook van belang is, omdat heel veel... Het is een openbaar gebouw waar heel veel andere mensen ook rondlopen. Nou, daar hebben wij hele expliciete afspraken gemaakt met de ondernemingsraad. Dat we alleen maar in het systeem mochten kijken bij calamiteiten. En bij elke calamiteit belde ik dan ook eerst de ondernemingsraad om aan te geven dat ik daar graag in wilde kijken en waarom. En dat helpt al heel erg om de gegevens die je dus verzamelt door dit soort systemen heel erg beperkt te houden. Dus je kunt heel veel waarborgen als ondernemingsraad stellen. En wij hopen, of we zijn nu ook bezig om ondernemingsraden explicieter op te wijzen op dit instemmingsrecht. Omdat heel veel eigenlijk ongezien gebeurt. Exact. Je noemde eerder in je verhaal van we hebben nog eigenlijk niet heel veel meldingen binnengekregen als het hier om gaat. Heb je daar een verklaring voor? Ja, ik denk dat dat komt omdat heel veel mensen niet eens beseffen dat dit allemaal gebeurt. En ook niet beseffen dat je hier als werknemer een grote C in hebt. Exact. En kijk, je hebt als werknemer heb je het recht op vertrouwelijke communicatie. Exact. En nu is het ook dus zo eenvoudig. Ja, nu is het ook zo dat jullie natuurlijk, jullie hebben veel zaken en veel gebieden, domeinen die jullie in de gaten houden en waar jullie als autoriteit over gaan. Stel, een werknemer meldt zich bij jullie en zegt het gaat volgens mij bij mijn organisatie niet zoals het moet gaan, zoals jij net schetste. Wat kunnen jullie dan doen? Nou, wij zullen dan eerst die medewerker verwijzen naar zijn FG toe, zodat hij daar eens even vraagt van hey, ben je hiervan op de hoogte, wat speelt hier? En pas als er echt wat aan de hand is, dan kan het bij ons, zover is het nog een tip en het wordt een echte klacht op het moment dat het daadwerkelijk plaatsvindt. Ja, exact. Monique, even tot zover over die volgsoftware. Het is vandaag ook, Marjolein zei het eerder, de Europese Dag van de Privacy. Het afgelopen jaar corona is ook privacy in een ander licht komen te staan. Wat is er wat jou betreft de afgelopen maanden in die crisis veranderd rond dat thema? Er is heel veel meer aandacht voor gekomen. En daar zijn wij heel blij mee. Dat heeft ook met onszelf te maken. Wij proberen ook, we zijn natuurlijk pas 2 jaar eigenlijk echt onderweg. En wij komen steeds meer erachter hoe we de dingen precies kunnen doen. Wat nodig is, wat de markt wil weten, wat we kunnen doen om de kennis over het privacyrecht te vergroten. En daar hebben we veel meer informatie aan gegeven. En dat is voor ons wat dat betreft een groot voordeel geweest rondom het hele corona-ontwikkeling. Is heel veel de privacy in geding geweest. En zijn wij ook heel veel in de media geweest. Waardoor er veel meer aandacht voor is, gelukkig. Oké. Monique, ik vond het heel fijn dat je samen met ons de aftrap wilde doen van deze belangrijke dag en van deze mooie uitzending. Fijn dat je erbij was. En wij kijken uit naar jouw komst wellicht volgend jaar dan weer hier fysiek in de Nieuwspoort. Dankjewel. Oké, dankjewel. Monique Vergé was dat, vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Die functie bekleedt ze sinds 2019 en ze stipte het onder andere zelf al aan. Daarvoor was ze onder andere actief als bestuurder en adviseur en ook toezichthouder in de zorg. Ik heb inmiddels een update van het aantal aanmeldingen. Dat deel ik graag eventjes met je, want dat is interessant om eventjes te bekijken. 677 aanmeldingen, dat is enorm. Ik heb geen idee hoeveel er hier normaal in kunnen. Heb jij een idee, Marjolein? Zit hier naast mij. 260 hoor ik, kunnen er normaal in. Dus wat dat betreft ontzettend veel aanmeldingen. Dank daarvoor. En blijf de vragen die binnenkomen ook vooral stellen. Het is zo, als je in de chat zit en je denkt, god, wat is het stil. Vragen van andere deelnemers, dus van die andere ruim 600, die zie je niet. Dus je ziet alleen je eigen interactie met ons hier in de studio. We gaan naar de eerste nominatie toe van de Privacy Awards. Die gaan we later vandaag, zoals we dat eigenlijk elk jaar doen, uitreiken. Dat doen we in 4 categorieën. Hoe dat dit jaar gaat, dat ga ik straks allemaal uitleggen. Maar ik ga ze eerst graag aan je laten zien. En het voorstellen doen ze zelf. We gaan kijken naar de eerste en dat is Sjoes. Ja.
Goedemiddag. Ik wilde graag eens beginnen met een experiment. Waarvoor je telefoon nodig hebt, die je vervolgens ontgrendelt en dan aan degene naast je geeft. Dit voelt ongemakkelijk, toch? Maar dit is precies wat er elke dag met je gegevens op het internet gebeurt. Het is bar gesteld met onze privacy. En je weet meer waar je gegevens allemaal bewaard worden en waarvoor ze gebruikt worden. Dit moet. En het kan anders. Dit is waar onze gigantische missie vandaan komt. Met Sloes bepaal jij. En jij alleen wie wat van jou mag weten. Dat doen we door de datastroom op het internet om te draaien en voor iedere internetgebruiker een eigen digitale kluis te bouwen waar al je gegevens in terecht kunnen. En waar vandaanuit jij bepaalt wie je inzage geeft. En voor welke periode, voor welk doel. Je houdt overzicht over de gegevens en over de inzages. Want alleen zo kun je controle houden en eventueel inzages uitbreiden of weer intrekken. We hebben inmiddels een eerste versie van die digitale kluis gereed. En je kunt hem gebruiken om een dataverzoek, een datatikkie, in te ontvangen. Eventueel de gegevens die er nog niet in staan bij de betreffende organisaties op te halen en dan de inzage te verstrekken. Die kluis zit echt heel geavanceerd in elkaar. Want natuurlijk weet ook Sloes niet dat er een kluis geopend wordt, wie dat deed, wie er gegevens in die kluis stopt of welke organisaties er eventueel inzage krijgen. Sloes weet niets van haar gebruikers, geheel en al volgens de principes van Sloes zelf. En naast dat we de missie in de techniek vertalen, zo doen we dat ook in de organisatie. Sloes is nu een stichting waar langs de ontwikkelgelden lopen. Maar we zijn een coöperatie aan het oprichten waar iedere Sloes-gebruiker mede-eigenaar van is. En hoewel de kluis potdicht en superveilig natuurlijk is, zo is Sloes zelf verder zo open en transparant als maar zijn kan. Want alleen op deze manier kunnen we samenwerken. En alleen met samenwerken kunnen we dit doel bereiken. Eigenlijk als een community. En we doen dit al met een paar grote bedrijven en organisaties. De Volksbank van SNS en ASN, maar ook met onze eigen overheid. Omdat dit organisaties zijn die nu al zich realiseren dat op deze manier inzage krijgen in persoonlijke gegevens ook hen enorm veel voordelen biedt. Dus we nodigen van harte meer organisaties uit om met ons en met hen samen te werken. Om in stappen dit grote doel te bereiken. Want met Sloes bepaal jij en jij alleen wie wat van jou mag weten. De datakluis van Sloes, dank voor de uitleg daarvan. De eerste genomineerde voor de Privacy Awards. Straks gaan we meer genomineerden bekijken. Ja, je hebt het vast ook allemaal wel meegemaakt het afgelopen jaar. Het delen van bestanden, het samenwerken online. De fysieke werkomgeving misschien inruilen voor een online werkomgeving. Tegen welke problemen zijn we nou allemaal aangelopen toen dat allemaal verplaatst is door corona naar de online omgeving? Daarover gaan we praten met Judith van Schie van Considerati. Ze heeft jarenlang ervaring met privacyrecht in verschillende organisaties. En binnen die organisatie Considerati is zij legal director en adviseert ze ook over verschillende klanten. Althans, ze adviseert de klanten over verschillende data, ook over protectie en over het privacyrecht. En Judith, jij gaat ons een verhaal vertellen. Je hebt een presentatie voorbereid. Welkom trouwens. Dank je. Vanuit Amstelveen bij ons. We gaan naar jouw verhaal luisteren. En ik wil je vragen, als je thuis zit te kijken of op kantoor, stel je vragen vooral die je voor Judith hebt. Dan gaan we die na het verhaal, gaan we die zoveel als mogelijk met Judith bespreken. Ga je gang, Judith. Dankjewel. Ja, allereerst leuk om dit verhaal over thuiswerken en privacy met u te mogen bespreken vanaf mijn eigen thuiswerkplek. Wat ik ga doen is in zo ongeveer 10 minuten eerst wat privacy-risico's bespreken die we inderdaad hebben gezien in verband met thuiswerken. En ook wat tips delen die risico's kunnen mitigeren. Die tips die komen inderdaad ook voort uit wat wij in de praktijk bij Considerati zien. Dan gaan we naar de volgende slide, waar de agenda heel kort op genoemd staat. Wat gaan we doen? Eerst even wil ik wat vertellen over videoconferencing of videobellen, wat we natuurlijk allemaal en masse zijn gaan doen. Dan, hoe moet je nou informatie delen met je collega's die ook thuis zitten te werken? Ja, en hoe moet je dat niet doen?
Dan even op een rijtje wat risico's en wat tips dus. En ik wil afsluiten met een hele korte vooruitblik naar wat we dit jaar misschien nog meer gaan zien op dit gebied. Dan kunnen we door naar de volgende slide. Wat ik al zei, videoconferencing is misschien wel waar je als eerste aan denkt. Als je denkt aan het thema thuiswerken en privacy. Want vanaf dat moment dat we half maart vorig jaar allemaal achter onze laptops belanden thuis. Hebben we en masse de overstap gemaakt naar videobellen. En met cameraatjes aan, zodat we onze collega's konden zien. Wat je ook hebt gezien is dat het opeens cool werd om fotootjes te delen van die videovergaderingen. Je kon eindelijk eens laten zien aan de buitenwereld met wie je dan in overleg zat. Dat vond bijvoorbeeld ook minister Bijleveld. Die deelde een plaatje, wat jullie hier zien, via haar Twitter-account. En een grote les die hierbij kan worden geleerd is: als je zo'n fotootje deelt, zorg er dan voor dat je niet de inlogcode van je beveiligde meeting ook in beeld brengt. Want dankzij RTL's Daniel Verlaan, die dus de deelnemende EU-ministers van Defensie volgens mij zich echt een hoedje deed laten schrikken, is ook onze minister van Defensie wat scherper hierop geworden. Dit is denk ik een goed voorbeeld van de menselijke factor die je ook altijd in oogschouw moet nemen. Nou, naast die factor is natuurlijk ook vanuit privacyperspectief heel belangrijk welke techniek je gebruikt. En dan kunnen we doorgaan naar de volgende slide. Want welke app moest je nou gaan gebruiken om videovergaderingen goed te laten verlopen? Zeker voor organisaties die dat nog niet echt heel erg gewend waren, was het toch wel hals over kop overschakelen op videoconferencing tooling. En dat betekende bijvoorbeeld dat er met supersnelheid opeens DPI's moesten worden uitgevoerd op WebEx, op Teams. En ja, sommige organisaties die vonden Zoom wel prima. En Zoom was dus zeker aan het begin van vorig jaar booming. Totdat Zoom bombing een ding werd. En ik had hier ook een veel minder braaf plaatje kunnen plaatsen. Want de inbrekers in de destijds best wel slecht beveiligde Zoom-meetings, ja, die waren meestal niet zo heel politiek correct. En ik heb heel veel vragen beantwoord van klanten over, ja, wat moet ik dan doen? Want iedereen doet dit toch? Wat is dan beter? En welke regels moet ik nou stellen voor het gebruik van deze app? En wat moet ik dan eigenlijk nog meer doen? Dan kunnen we door. Want de hulp die je daarbij kunt inroepen, het allereerst heeft de autoriteit persoonsgegevens een heel handige keuzehulp op haar website geplaatst. Echt al in maart vorig jaar. En op een soort consumentenbondachtige manier een overzicht gegeven, waaruit je heel duidelijk kon zien dat er heel grote verschillen bestonden tussen de apps. Zowel qua beveiliging, maar ook als het gaat om het gebruik van informatie door die apps zelf. En natuurlijk kan je dan niet meteen zeggen, oké, dit is de beste app en dit is de slechtste. Want wat het beste is, dat hangt af van wat je wilt doen met die app. De eisen hangen af van het gebruik. Nou, wel geldt er uiteraard een vuistregel die erop neerkomt dat des te duurder de app is, des te beter vaak de beveiliging. Zoals bijvoorbeeld gebruikmaking van end-to-end encryptie. En ook hoe minder indringend het datagebruik door de app zelf zal zijn. En dit is echt een open deur, ik durf hem bijna niet uit te spreken. Maar gratis apps zijn natuurlijk niet gratis. Je betaalt dan niet met geld, maar vaak wel met je data. En dus is de gouden tip, denk ik, om te beginnen, als uw organisatie het kan dragen, gebruik dan een app die met geld moet worden betaald. Een ander voordeel daarvan is dat het dan ook meestal mogelijk is om een verwerkersovereenkomst te sluiten, of in ieder geval een overeenkomst waarin zaken te regelen zijn over beveiliging en ook over aansprakelijkheid voor als het misgaat. Nou, naast die overeenkomst sluiten is het ook belangrijk, zeker als je werkt met gevoelige gegevens uiteraard, om een DPI uit te voeren. En werkgevers hebben daarnaast ook de plicht om wel veilige apps ter beschikking te stellen aan medewerkers. Ook om daarbij goed beleid te hebben waarin richtlijnen worden gegeven. Hoe moet je dan die apps gaan gebruiken? Hoe moet je op afstand gegevens met elkaar delen? Nou, dan daar nog even op inzoomend en dan kunnen we naar de volgende pagina. Dit is een voorbeeld van hoe dat dan niet moet, informatie met elkaar delen. En dit voorbeeld is van begin deze week. Stel, je verwerkt gezondheidsgegevens, namelijk coronatestuitslagen van hele grote groepen Nederlanders, waaronder ook beroepsmilitairen. Maar ook de medewerkers van jouw bedrijf werken vanuit huis
en moeten informatie met elkaar kunnen delen. Nou, wat zou jouw onderbuikgevoel dan in ieder geval kunnen zeggen? Dat is, denk ik, dat WhatsApp niet de meest geschikte manier is om dan die gegevens onderling te delen. En al helemaal niet in een groep met zo'n 300 deelnemers. En dit is vrij groot in het nieuws geweest, totdat het andere nieuws bekend werd over de GGD, het GGD-datalek. Maar er lijkt bij dit bedrijf nog wel wat meer mis te zijn geweest, zoals een database die toegankelijk was voor buitenstaanders. Maar het punt hier is dat ook de gekozen manier van informatie delen dus duidelijk verkeerd was. En ik zou denken dat de AP zich kan uitleven hier in het onderzoek wat vast zal plaatsvinden. Nou, dan nog naar de volgende slide kunnen we even op een rijtje. Wat zijn verhoogde privacyrisico's nu bij thuiswerken? Het is namelijk duidelijk dat thuiswerken die risico's kan verhogen als niet de juiste maatregelen worden getroffen. En we hebben net dus al een paar voorbeeldjes gezien van die risico's, zoals meer onbeveiligde informatieuitwisseling, minder zicht op het gebruik van apparatuur door medewerkers, zeker als uw organisatie een bring your own device beleid heeft. Ook minder zicht op naleving van procedures. Want zowel voor de digitale gegevensuitwisseling geldt natuurlijk ook voor fysiek gebruik van persoonsgegevens. Dat in ene al die gevoelige documenten niet meer op kantoor lagen, maar thuis op de keukentafel, waar ook huisgenoten bij kunnen gaan zitten. Nou, andere risico's die je ziet bij thuiswerken zijn gebruik maken van onbeveiligde netwerken, wat de kans op hacken vergroot, en phishing, waar ik zo meteen nog even op terugkom. Wat moet je nu doen om de veiligheid bij thuiswerken te vergroten? Nou, de AP heeft allereerst, dat zien we op de volgende slide, een advies gepubliceerd met 4 tips daarin. En ik stip ze heel kort aan. Ten eerste, gebruik altijd een beveiligde omgeving. Bescherm je gevoelige documenten. Dus zet ze als het kan niet op een USB-stick die je kwijt kunt raken, maar houd ze op de server van je organisatie. Nou, wees voorzichtig met videobellen en chatten, hebben we net al kort gezien. En let dus ook op phishing-mails, want we zien dat ook de coronacrisis en het thuiswerken wordt aangegrepen door internetcriminelen om extra veel phishing-mail te versturen. Nou, wat ik daarnaast in de praktijk bij onze klanten zie, is dat in het verlengde van die tips ook veel is geïnvesteerd in het doen van de juiste privacy assessments, het aanbieden van veilige tooling en ook veilige hardware. Dus een veilige headset, gebruik maken van privacy screens, gebruik maken van multifactor authenticatie. En wij hebben ook veel geholpen bij het opstellen van duidelijk beleid, wat ook echt is toegesneden op het thuiswerken. Dus dat betekent of het updaten van bestaande policies, of het maken van een thuiswerkprotocol waarin je uitlegt wat medewerkers moeten doen en moeten laten. En wat belangrijk daarbij is, is dat je dat beleid dan ook wel laat landen bij je medewerkers. Want aan een dode letter, een goudgerand beleid wat niet is geïmplementeerd, heb je niets. Dan tot slot kunnen we naar de volgende slide. Een heel korte vooruitblik. Wat gaan we dit jaar nog meer zien? Aan de ene kant zijn de berichten hier wel zorgwekkend over, want begin van deze week zagen we cybersecurity specialist Northwave waarschuwen voor een nieuwe golf aan ransomware aanvallen. En we hebben er ook al best veel gezien in het afgelopen jaar. En er is ook een toename aan phishing gerapporteerd. Aan de andere kant zien we ook een positieve ontwikkeling. En Monique noemde het net al. De coronacrisis heeft digitalisering echt enorm versneld. En ook de privacybewustwording daarmee versneld. Waar ik vorig jaar nog werd uitgelachen als ik het had over Signal, zie ik nu bij mijn vrienden de een na de ander zich toevoegen in die app. En gisteren hoorde ik mijn zoontje in een Teams-meeting met zijn klas zeggen, nee, je moet geen gratis apps gebruiken op je iPad als je klaar bent met je werk. Gratis apps zijn nooit gratis. Dus het begint echt te leven. En een ander punt is ook dat voor organisaties duidelijk is geworden dat investeren in thuiswerken loont. Nou, een laatste punt wat ik wilde noemen is sectorspecifieke oplossingen zie je opkomen die dus goed werken voor het specifieke gebruik en waar ook goed is nagedacht over privacy.
Nou, met die positieve noot toch wil ik graag dit onderwerp afsluiten, Tom. Super, dankjewel Judith. Je hebt veel aangestipt. Laten we eens eventjes doorpraten over een aantal elementen die je noemt. Wie zijn nou eigenlijk het meest kwetsbaar voor de zaken die je aanstipt? Want ik heb het idee dat de mensen naar deze privacyconferentie kijken. Dat zijn mensen die weten goed hoe privacy werkt, hoe je ook goed kunt beschermen. Zijn we nou met z'n allen hier nog steeds kwetsbaar voor of is er juist een specifieke groep? Ik denk dat er heel veel goede stappen zijn gezet. Dus misschien zijn er al veel organisaties minder kwetsbaar geworden hierop. Maar eigenlijk vind ik het moeilijk om een specifieke groep te noemen. Omdat ik heb gezien dat zowel de grote multinationals moeite hadden. Omdat het een enorme klus is om dit goed voor elkaar te krijgen. Ja. En als jouw organisatie wat kleiner is. Ja, dan is het natuurlijk een grote last. Hè? Dat zie je over de hele breedte, denk ik. Als het gaat om privacybescherming. Ik heb ook wel MKB'ers aan de telefoon gehad die hebben geroepen van ja, maar ik ben maar klein. Hoe moet ik dit nu ooit gaan doen? Nee, exact. En we hebben natuurlijk ook door die digitalisering, door corona gezien dat een hele groep mensen die eerst zeiden van ja, bijvoorbeeld mijn vader, die zei ik heb nooit met Teams of Zoom gewerkt. Ik weet niet eens hoe het werkt, maar nu moet hij echt, hè, omdat hij door corona gedwongen wordt. Ik kan me voorstellen dat soort mensen ook extra gevoelig zijn voor dit soort privacygevoeligheden. Zeker. Ja, daar heb je het over dat privacybewustzijn. Er zijn mensen die daar echt wel van ver moeten komen, inderdaad. En al moeite hebben met hoe een applicatie werkt, snel gaat. Daar zie je toch echt een hele grote focus op mediawijsheid. En een soort digitale, snelle volwassenwording. Ja, dan eventjes over die apps die jij noemde. Jij noemde Signal. Ik zie zelf, en ik heb eventjes mijn Telegram opengezet, gemaakt door van Russische komaf. Nu ook in het nieuws door die rellen. Als alternatief voor WhatsApp. Ik zie heel veel mensen eigenlijk de afgelopen dagen die zich ook daar hebben aangemeld. Wat is daar nou wijsheid? Want daarin worden mensen natuurlijk ook gemotiveerd door wat ze in de media horen. En denken, nou, anderen doen het, laat ik dat ook maar installeren. Maar wat is nou een veilig alternatief? Ja, we kunnen geen garantie geven over 100% veiligheid. Denk ik zelfs niet als je het hebt over Signal. Maar Signal is een stuk beter, denk ik, vanuit privacyperspectief dan WhatsApp. Dus als we hier een oproep kunnen doen om over te stappen, zeker als je kijkt naar de vernieuwde voorwaarden van WhatsApp, dan is dat denk ik een hele waardevolle oproep. Oké, nog een paar korte vragen die binnen zijn gekomen op de chat. Wanneer spreek je over gevoelige gegevens in videocalls? Ja, dat hangt er vanaf ten eerste wat je deelt in die videocalls. Hè. Dus stel je bent een huisarts en je bespreekt met je patiënt een medische situatie, dan is dat wat je bespreekt natuurlijk op zichzelf al een gevoelig gegeven, want het gaat over gezondheidsgegevens. En daarnaast is het feit dat je in beeld bent in sommige gevallen ook een gevoelig gegeven. Dus ja, mensen vinden het natuurlijk heel erg leuk om hun collega's in de ogen te kunnen kijken. Dat vind ik zelf ook. Dus ik roep ook altijd cameraatjes aan. Maar je laat best veel zien natuurlijk. Oké, dus het is helemaal niet erg om af en toe ook die camera uit te zetten. Dat roept meteen ook meteen de vraag op van ja, hoe zit het nou met het opnemen van gesprekken? Mag dat wel of niet? En er staat altijd wel een melding in beeld, maar moet je dat ook nog een keer expliciet noemen? Nou, in ieder geval moet je inderdaad zorgen dat de deelnemers aan dat gesprek zich ervan bewust zijn. Vaak moet je het ook vragen voordat je dat kunt doen. Waarbij natuurlijk ook weer een heel probleem geldt als je het hebt over de werknemer-werkgeverrelatie. Omdat daar een afhankelijkheid speelt. Dus dan is toestemming vragen niet altijd genoeg. Nee, precies. Maar in ieder geval zonder het te melden, opnemen, dat lijkt me altijd fout. Oké. Judith, dank voor jouw verhaal. Mogen we jouw presentatie trouwens, dat vraag ik dan ook maar eventjes heel netjes, mogen we die delen? Want er zijn veel mensen ook in de chat die zeggen van interessant, kunnen we dat nog ergens nalezen? Zeker, ja. En dank voor het vragen. Oké, super. Gaan we dat bij deze doen. Goed. Ik dank jou voor het deelnemen aan deze conferentie en dank voor ook het delen van je informatie. Dank je wel. We gaan naar twee genomineerden van de Privacy Awards. We hebben er net eentje gezien. We gaan nu naar de volgende toe. Dat is Roseman Labs en NL Digital. Misschien is het je opgevallen dat in de media steeds vaker de discussie gevoerd wordt over hoe privacywetgeving het effectief gebruik van data in de weg zit. Zo was er bijvoorbeeld discussie over de telecomwet die de lancering van een coronadashboard onmogelijk maakte. Of de banken die gaven aan dat ze onderling geen informatie kunnen delen om witwaspraktijken op te sporen. Vaak zie je dat de discussie gaat over maatschappelijk relevante thema's
en klinkt al snel de roep tot het verruimen van de wet. En dat is onwenselijk. Ik ben Roderick, medeoprichter van Roseman Labs en wij hebben hier een magische oplossing voor ontwikkeld. Wij hebben een privacy technologie ontwikkeld op basis van Secure Multiparty Computation. Dat is een techniek waarbij het mogelijk is om data-analyses te doen over meerdere partijen heen, zonder dat de onderliggende data gedeeld hoeven te worden. Data blijft versleuteld staan bij de bron en alleen de uitkomst van de berekening wordt bekend. Neem bijvoorbeeld 3 ziekenhuizen die onderling een analyse willen doen naar wie de meest effectieve behandelmethode heeft voor een bepaald type aandoening. Normaal gesproken zouden ze hun patiëntgegevens verzamelen en delen met een centrale partij die de analyses uitvoert. In ons geval splitsen we als het ware het algoritme op en sturen dat naar de ziekenhuizen. Die draaien vervolgens via het internet een waterdichte berekening en alleen de uitkomsten van de berekening worden bekend voor degene die daar recht op heeft. In maart 2020 zijn we ons bedrijf gestart en zijn we begonnen met het ontwikkelen van onze generieke privacy engine. Tot nu toe kende dit soort technologie eigenlijk 2 grote nadelen. De rekenkracht was erg hoog, die nodig was om een berekening uit te voeren, en de implementatie was vaak erg omslachtig. Die 2 nadelen hebben we opgelost en daarmee is de technologie heel erg praktisch toepasbaar geworden. Toepassingen kunnen divers zijn. Denk bijvoorbeeld aan onze eerste klant, dat was een centrale overheid die de technologie gebruikt om cyberrisico's beter in kaart te brengen. Maar we leveren bijvoorbeeld ook aan een netbeheerder die in staat is om data van de slimme meter te gebruiken voor netwerkoptimalisatie. Of een start-up die zich bezighoudt met gender equality. Met onze generieke privacy technologie kunnen we beter gebruik maken van data zonder dat we aan privacy hoeven in te boeten. Dat is Roseman Labs, dat is privacy by design. De meeste leden van NL Digital zijn verwerker. Zij verwerken persoonsgegevens in opdracht van hun klanten. Toen de AVG kwam, stelden we onszelf voor een uitdaging. Hoe helpen wij deze MKB-bedrijven om aan de wet te voldoen op een manier die het voor iedereen, ICT-leveranciers en klanten, transparanter, makkelijker en veiliger maakt? De oplossing was de DataPro-code. De sleutel ligt in de AVG zelf. In de wet staat dat brancheverenigingen een gedragscode kunnen opstellen. Zo'n code maakt de algemene regels van de AVG concreet en toepasbaar. Met een kopgroep van enthousiaste bedrijven gingen we aan de slag om een code voor verwerkers te maken. We hebben ook al snel contact gezocht met de autoriteit persoonsgegevens. Zij hebben ons tijdens het hele proces geholpen met advies en feedback. In 2018 lanceerden we de eerste versie van de DataPro-code. De code is in 2020 officieel goedgekeurd door de autoriteit persoonsgegevens. Als eerste in Nederland en als één van de eerste in Europa. De verplichtingen uit de DataPro-code worden concreet gemaakt in het DataPro-statement en onze standaardclausules voor verwerkingen. Hierin maakt de verwerker inzichtelijk hoe hij omgaat met de gegevens van zijn klanten. Bovendien kunnen bedrijven zich laten certificeren. Een onafhankelijke auditor toetst of het bedrijf gegevens verwerkt conform de DataPro-code. Zo helpt DataPro bedrijven om aan hun klanten en eindgebruikers te laten zien dat persoonsgegevens bij hen in goede handen zijn. Wij van AVS Software omarmen DataPro omdat privacy natuurlijk een ontzettend belangrijk onderwerp is, zeker in onze branche. Eindelijk is er een certificering die niet alleen kijkt naar de letters van de wet of de regeling, maar met name inzoomt op het gedrag van de organisatie en haar medewerkers. En het feit dat de autoriteit deze gedragscode als eerst heeft gecertificeerd, helpt ons allemaal om privacy op een hoger niveau te krijgen. Data is misschien wel het meest waardevolle bezit van een organisatie. En naast alles wat we al doen om die veiligheid te waarborgen, geeft het DataPro-certificaat nog meer vertrouwen rondom de verwerking van persoonsgegevens. Namelijk dat je als organisatie kunt zeggen, ik ben AVG-proof. Dit stuk extra vertrouwen is wat mij betreft de meerwaarde van DataPro. Dankzij NL Digital is Hermag nu gecertificeerd volgens de normeringen van de autoriteit persoonsgegevens. DataPro biedt rust binnen de organisatie en zekerheid voor de relaties.
Dat waren de verhalen van Roseman Labs en NL Digital. Ook zij zijn genomineerd voor de Privacy Awards 2021. Dankjewel allemaal voor het verhaal. We horen straks uiteraard hoe de jury jullie verhalen en jullie toepassingen heeft beoordeeld. En ook waar er vooral naar gekeken wordt bij die beoordeling. Dank ook in de chat voor alle tips die binnen zijn gekomen voor onze eerste twee sprekers. We zullen ook alle tips die gegeven zijn in die chat delen met onze sprekers, zodat zij dat ook weer mee kunnen nemen in hun verhaal. We gaan zo meteen doorpraten over het tweede thema van vandaag, want we hebben drie blokken ongeveer ingedeeld vandaag. Dit blok ging over thuiswerken en privacy. En zo meteen gaan we praten over hoe technologie ingezet kan worden om de coronacrisis te bestrijden. En dan mag je uiteraard niet voorbij gaan aan de coronameld app. Weer helemaal actueel. Judith zei het net al door het privacy-lek bij de GGD. Ik ga er zo meteen over praten met Erik Gerritsen van het ministerie van VWS. Hij belt in en is hier live in deze show. Blijf ondertussen twitteren. Mocht je al vragen hebben voor Erik, dan stuur die alvast in de chat. Dan zijn we ongeveer rond 2 uur terug met het vervolg van dit programma. Tot zo meteen.
Goedemiddag. Hey, goedemiddag.
Welkom bij Privacy in Coronatijd, op de dag van de Europese privacy. Dit is de Nationale Privacy Conferentie, de digitale editie in het jaar 2021. Voor iedereen die net inschakelt, welkom. We praten vanmiddag over de verschillende aspecten van die privacy, digitale privacy wel te verstaan. We zijn net begonnen om 1 uur met het eerste blok. Toen ging het over thuiswerken en privacy. We gaan het nu hebben over de technologieën die ingezet worden in die coronacrisis en hoe houden die zich? Verhouden die zich tot privacy? En later vanmiddag hebben wij onder andere nog een debat met vooraanstaande personen in de privacy-discussie. En het slotstuk van vandaag is uiteraard de uitreiking van de Privacy Award. En gedurende dit hele programma laten wij de genomineerden zien. Eigenlijk stellen ze zichzelf voor door middel van filmpjes. En de eerste genomineerde van dit blok, dat is de vierde die we vanmiddag gaan laten zien van de in totaal 9. Dat is de coronamelder-app. Die kennen we allemaal wel, hè? Die staat op je telefoon en die waarschuwt je als je in de buurt bent geweest van iemand die corona heeft. En ook die app is genomineerd. Bron- en contactopsporing, dat doen we al heel lang. Hoe bestrijd je een epidemie? Dat doe je door de mensen op te sporen die besmet zijn en te kijken met wie ze in contact zijn geweest. Als die mensen even geen anderen besmetten, dan stopt de verspreiding. Normaal gesproken verwerk je daar heel veel gegevens voor. Wij probeerden het zo te doen dat er geen enkel gegeven werd verwerkt waar het niet nodig was. Dat leidde tot coronamelder. Met een website zonder cookies. Met een app zonder statistieken en die het toch mogelijk maakt om mensen op te sporen met wie je in contact bent geweest en die je niet meer herinnert of die je niet kent. Zodat die mensen gewaarschuwd worden, op zichzelf letten en niet onverhoopt anderen besmetten. Geen persoonsgegevens verwerken, zo min mogelijk willen weten en daar toch in slagen. De coronamelder-app stuurt je een melding als je in de buurt bent geweest van iemand die corona blijkt te hebben. Maar weet de app dan altijd waar je bent? Nee, coronamelder weet niet waar je bent, ook niet wie je bent. Zo zit het. Is jouw telefoon dicht bij een andere telefoon met coronamelder? Dan wisselen de telefoons via Bluetooth een willekeurige code uit. Coronamelder onthoudt wel de uitgewisselde code, maar niet van welke telefoon die kwam of waar je was. De app weet dus alleen of je dicht bij een andere telefoon met coronamelder bent geweest en op welke dag dat was. Krijg je een melding, dan weet je dus niet van wie die is. En ben je zelf besmet met corona? Dan is het jouw keuze of je jouw besmetting samen met de GGD wilt melden in de app. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig. Ja, waar ik heel trots op ben bij coronamelder is dat privacy first kwam. En dat betekent dat bij iedere keuze we kijken wat is de meest veilige en privacyvriendelijke route. En als je kijkt in die meer dan 100 jaar dat we bron- en contactonderzoek doen, geef je heel veel gegevens, want die zijn nu eenmaal noodzakelijk. Maar bij coronamelder hoef je helemaal niks te geven en toch waarschuw je mensen. En dat vind ik ongelooflijk stoer. Natuurlijk hebben we er alles aan gedaan om coronamelder zo veilig mogelijk te maken. Maar wat dit project anders maakt dan andere projecten, is dat het zo'n open proces is geweest. Experts, de open source community en iedereen die maar wilde, kon op elk moment verbeterpunten doorgeven. Dat heeft echt geleid tot een betere app, ook op het gebied van privacy. Daar ben ik trots op. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Meer weten? Kijk op coronamelder.nl. Een van de genomineerden ook van de Privacy Awards 2021, de coronamelder. Bij ons is Erik Gerritsen. Hij is secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Welkom, fijn dat je bij ons bent. Vanuit Rotterdam heb ik begrepen. Ja. Ergens op een uitgestorven hogeschool, ja. Oké, en dus ook genomineerd. Hoe is dat? Nou, in deze tijd is het ook wel eens leuk dat er wat positiefs in ons leven gebeurt. Dus daar vergeef me even dat we daar met het hele team, je zag er net een paar, maar er zit een hele grote groep mensen achter, dat we daar even van genieten. Ja, precies. Een van de bekende gezichten is Brenno de Winter. Die zagen we voorbij komen. Ja. Een paar jaar geleden stond hij hier in Nieuwspoort nog op de planken. Dat was in de tijd dat de discussie speelde om Access for All misschien in te lijven bij KPN. Daar had hij nog een vurig pleidooi voor. Die hebben jullie ingelijfd, hè? Want die had een kritische opmerking en die is toen opeens voor jullie komen werken.
Nou, ingelijfd, ik denk niet dat je dat zo kan zeggen. En dat hij dat zelf ook zeker zal ontkennen. Hij doet mee. En hij deed eerst een keer mee. En ik zal er zo nog iets over vertellen. En toen was hij zo kritisch. Toen is hij weer uitgestapt. Dus dat geeft wel aan hoe onafhankelijk hij is gebleven tot de dag van vandaag. En daarna is hij weer teruggekomen. Omdat wij aan zijn voorwaarden konden voldoen. Dus even nog voor de jury. Ik weet niet of de beslissing al genomen is. Maar als Brenno de Winter dit aanbeveelt, dan hoop ik toch dat wel een hele belangrijke rol in de afweging van die jury speelt. Oké, waarvan acte. Ze luisteren zeker mee, dus dat is zeker gehoord. Erik, we gaan luisteren eerst naar een verhaal van jou, want er is natuurlijk ontzettend veel te bespreken. Jij hebt voor ons wat voorbereid en zet vooral de lessons learned van de afgelopen periode op een rijtje. En daarna komen we bij jou terug met vragen uit het publiek. Ga je gang. Ja, nee, dankjewel. Misschien is het toch ook goed, hè, digitale gegevensuitwisseling in coronatijd, om toch nog even te beginnen met waarom is het eigenlijk belangrijk, digitale gegevensuitwisseling in de zorg. En dat is eigenlijk heel simpel. We hebben een van de beste zorgstelsels in de wereld. En daarom worden we allemaal ouder en zieker. En daar kunnen we ook heel goed mee omgaan. De arbeidsmarkt gaat omlaag en het aantal mantelzorgers gaat omlaag. Dus als we zo blijven werken als we altijd werken, dan gaan we naar een zorginfarct. Vooral ook omdat we een groot personeelstekort hebben. Dus daar moeten we wat aan doen. En een van de manieren, het goede nieuws is, daar kunnen we ons uit innoveren. Een van de manieren om dat te doen is met digitale zorg. Daar heb je dus digitaal nodig. Ik hoor mezelf trouwens praten. Ik weet niet of dat, ben ik gewoon wel goed verstaanbaar bij jullie? Hoor, je kunt proberen om even je geluid misschien iets zachter te zetten. En wij zullen ook hier even aan wat knoppen draaien, zodat jij je niet terughoort in ieder geval. Dus digitale zorg is een belangrijke onderlegger rondom een toekomstbestendig zorgstelsel, zodat we de komende 30 jaar ook nog steeds een van die beste zorgstelsels blijven. En dat is denk ik heel belangrijk. En dat geldt zowel zonder corona, zou je kunnen zeggen, want dat was al een probleem met de arbeidsmarkttekort. En dat is met corona eigenlijk alleen nog maar, dat doen crisissen. Hè? Dat doen crisissen, die zetten nog eens de schijnwerpers op zwakke punten die je altijd al kende, maar dan nog eens even met alle heftigheid binnenkomt. En ook voor corona, in coronatijd, is die digitale zorg natuurlijk een belangrijke oplossing gebleken voor een aantal vraagstukken. Namelijk, je kunt met digitale zorg veel meer zorg, reguliere zorg, door laten gaan die je anders helemaal moest stoppen met alle gezondheidsschade voor die mensen. Coronamelder, daar zal ik zo nog iets over vertellen. Dat is natuurlijk ook een mooi voorbeeld. Wat heel belangrijk is met al die mensen die luisteren, dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geen tegenstelling ziet tussen het voldoen aan privacy, eisen en betrouwbare gegevensuitwisseling en gezondheid. Je ziet heel vaak in het debat dat er wordt gezegd, ja, het is wel een keuze, hè? Dus wat minder privacy ten gunste van de gezondheid. Wij geloven echt dat een valse tegenstelling is. Want als je ziet en als je vindt dat digitale zorg een belangrijke route is naar toekomstbestendige zorg, en dan is dan onderdeel daarvan, dan moeten de digitale gegevens betrouwbaar worden kunnen wisseld. Professionals en burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat als wij van ze verwachten dat ze veel digitaal gaan werken en veel digitaal gegevens gaan uitwisselen, dan moeten ze erop kunnen vertrouwen dat dat op een goede manier gebeurt. Dus wij zien daar geen tegenstelling. Sterker nog, het voldoen aan privacy eisen en wensen is onderdeel van de kwaliteit van zorg. Dat wil niet zeggen dat het altijd al lukt. Hè? We hebben ook op dit moment weer een actuele casus bij de hand en er zijn regelmatig nog incidenten, dus nog veel werk te verrichten. Maar onze intentie is om de privacy goed te realiseren, omdat dat de enige manier is om professionals en burgers ook daadwerkelijk zover te krijgen dat ze daar gebruik van gaan maken en dat ze het ook echt gaan doen. Nou, dan dus privacy by design. Daar hebben we denk ik een redelijke track record op. We hebben het Met Mij afsprakenstelsel geïntroduceerd, zodat er persoonlijke gezondheidsomgevingen komen, waardoor de mensen zelf de baas worden over hun eigen gezondheidsgegevens. Ik had eigenlijk nog wel verwacht dat we misschien ook nog genomineerd zouden worden voor de wet op de digitale gegevensuitwisseling. Misschien voor volgend jaar, want daar hebben we toch van Privacy First in de internetconsultatie toch een bak complimenten over gekregen. Dat is niet te geloven. Ik geloof dat ze het beste wat ze op privacygebied ooit hadden gezien van de overheid. Die wil toch nog even intikken in deze dagen dat we nu weer even met wat minder goed nieuws te maken hebben. Maar even terug dan bij die coronamelder. Ja, dat is net al door de mensen gezegd, ongelooflijk mooi. En wat ik daarbij wil zeggen is, daar zijn we natuurlijk aan de ene kant, is dat ding zo privacyproof dat we er geen enkel gegeven meer uit kunnen halen als mensen willen weten, hè, of die nou wel werkt, of die wel effectief is, hoe vaak die gebruikt wordt. En dan moeten we dus zeggen, ja, dat weten we allemaal niet, want hij is zo privacyproof dat we die gegevens daar niet uit kunnen halen. Maar er is natuurlijk ook heel veel negatieve pers over geweest, over de Appeton.
Dat het een fiasco zou zijn, dat het allemaal veel te snel ging. En ik heb toch de behoefte om een beetje terug te praten vandaag, dat dat helemaal geen fiasco is en dat het eerder misschien op zijn ergst een briljante mislukking was. Want wat mensen die zich daarover hebben uitgelaten, kritisch vergaten, was dat wij op dat moment door heel veel bedrijven werden benaderd: wij kunnen dit binnen 2-3 weken doen. Dus implementeer het. En er kwam een verzoek uit de Kamer, met een kamerbrede meerderheid: kom snel met een oplossing. En we hadden maar weinig tijd, dus we hebben gedaan wat we op dat moment moesten doen. En binnen 2 weken een waanzinnige gave appathon georganiseerd, waarin duizenden mensen hebben meegekeken, volledig transparant. En potverdorie, wat bleek, het kon nog niet. Althans, het kon wel, maar niet privacyproof. En dat is ons door iedereen zwaar verteld. En Brenno de Winter die was zelfs zo boos dat de partijen waar we uiteindelijk nog die appathon mee ingingen, dat die allemaal niet zouden voldoen, dat die zelfs uit de organisatie stapte. Maar voor ons was het een geweldige opbrengst, want wij wisten nu in 2 weken, wisten we dus dat het inderdaad niet zo makkelijk is. En hebben dat dus ook nooit als een fiasco ervaren. En vonden het wel een beetje jammer dat we behoorlijk zijn afgezaagd tot aan de enkels. Fiasco's, hopeloos, veel te snel. En mag ik dan toch een keer, ik ben maar een neutrale ambtenaar, ook een keer een lans breken voor mijn minister, die gewoon het heeft aangedurfd en ons ook de rugdekking heeft gegeven om dit gewoon in te gaan met de grote kans dat we na 2 weken nog niet dat zouden hebben wat we wilden krijgen. Dus je kunt altijd heel voorzichtig blijven, maar je kunt ook gewoon eens een keer een ambitieus doel stellen en dan met het risico dat je er nog niet uitkomt. En wat ik dan wil teruggeven aan de privacygemeenschap is dat pas een beetje op het moment dat je, dat wij hebben onze nek uitgestoken, we hebben het volledig transparant gedaan, we hebben het risico op mislukkingen genomen. Als je dan, volgens mij, ja, je zou je vingers erbij af moeten likken, zou ik zeggen. Want transparanter dan dit is het nog nooit eerder gebeurd. En op het moment dat het dan niet gelijk lukt en dat je dus ook tot de conclusie komt dat we toch nog even verder moesten werken, misschien moet je dan iets milder zijn in je oordelen, omdat we moeten wel leren. En als je wilt dat de overheid leert en als je wilt dat dit misschien een nieuwe best practice is voor alle ICT-projecten bij de overheid, dan helpt het niet om iedereen elke keer maar bij de enkels af te zagen, want dan creëer je niet een leerklimaat. Dus ik zou de mensen willen vragen, blijf vooral kritisch, blijf vooral, en trouwens dat hoef ik niet eens te vragen, want dat zijn jullie toch wel, maar probeer ook zo nu en dan een beetje in te leven in de effecten het makkelijke, het toch wat makkelijk roepen in termen van fiasco en blunders. Want ik geloof dat dat niet bevorderlijk is voor het leerklimaat en voor al die mensen die misschien denken, nou, ik zou het ook wel zo willen doen, maar vervolgens ook zien, als ze dan het risico lopen dat er wat niet goed gaat, want leren betekent ook leren van fouten, dat je dan wekenlang als voor gekke Henkie wordt uitgemaakt in de pers. Overigens, don't worry. Hoe jullie ook blijven werken, wij gaan zo door, want we hebben echt smaak te pakken. En we hebben natuurlijk ook geleerd van onze fouten. Want in de tweede golf zou je kunnen zeggen, althans in de tweede ronde, tweede golf was een beetje verkeerde vergelijking, de verkeerde beeldspraak in dit geval. Maar in de tweede ronde na de appathon hebben we met al die kennis die daar is opgedaan in die 2 weken, heel geconcentreerd, partijen die elkaar nog nooit eerder waren tegengekomen, van het RIVM, van de GGD, van de softwareleverancier, noem het maar op. Die hebben elkaar daar heel geconcentreerd kennis met elkaar gemaakt. Hebben we daarna een team van de besten van de overheid en het bedrijfsleven bij elkaar gezet. Ook vrij uniek. En we hebben gemaakt wat er uiteindelijk gemaakt was. Dus die briljante mislukking is niet bij een mislukking gebleven. We hebben ervan geleerd. En nu is er een mooie app. En werken we ook nog aan een aantal andere apps op dezelfde manier. Maximaal transparant. Iedereen kan meekijken. En wat ik dus aan de privacygemeenschap zou willen vragen is, probeer ook een beetje over je eigen schaduw heen te springen. Wij hebben dat gedaan. We hebben onze nek uitgestoken. En geen goede dingen opleveren, blijf vooral ook kritisch. Maar realiseer je ook dat dit een leerproces is voor mensen. En daar hoort ook het maken van fouten bij. En zolang we ervan leren, nou, enige mildheid zou helpen. Omdat je uiteindelijk anders misschien weer ervoor zorgt dat die mensen in de overheid met ICT-projecten in een kramp gaan schieten. En dan hebben we straks het slechtste van twee werelden. Namelijk minder transparantie en ook nog weer slechtere, minder privacybestendige ICT-systemen. Kortom, blijf kritisch. Overbodige oproep, denk ik. Maar help ook een beetje mee in het creëren van een leerklimaat
waarin ook mensen die hun nek uitsteken en maximaal transparantie nastreven. Niet elke keer als er dan eens een keer wat misgaat, ook weer de kous op de kop krijgen. Want het was niet mals wat er over ons heen is gestort. En nou hebben we gelukkig een team van mensen die veerkrachtig zijn en daar goed tegen kunnen. Maar dat was niet het meest prettige deel van het werk. Punt. Okay, Erik, dank daarvoor. En misschien toch eventjes daarop doorgaan. Hoe verklaar je dat er zo kritisch gereageerd is? Nou ja, dat zou je eigenlijk aan de critici moeten vragen. Kijk, ik denk dat we in een wereldje zitten waarin het altijd gaat over wie heeft het gedaan, wie wist wat, wanneer. Heel erg op schuld, op schandalen. En natuurlijk, misschien dat ik me wat kritische opmerkingen nog mag permitteren, de verschillende actiegroepen rondom privacy, ja, die hebben natuurlijk ook een eigen belang. Die hebben ook een bestaansrecht. En dat kun je op twee manieren ingeven. Namelijk de hele tijd maar kritisch blijven. Want kijk maar, ik ben kritisch. Of het is weer niet goed. En daarom zijn wij belangrijk. En daarom moeten wij bestaan. Versus op het moment dat je ziet dat partijen misschien toch wel goede intenties hebben. En nogmaals, u volgt niet op onze blauwe ogen te geloven. Want vertrouwen creëer je door het te laten zien. In plaats van door het te vragen. Door ons toch soms ook gewoon eens het voordeel van de twijfel te geven. En als er dan eens goede dingen gebeuren, misschien ook eens te zeggen, zoals Privacy First inderdaad rondom hun advies op de digitale gegevensuitwisseling. Maar dat was wel vrij uniek hoor. Vandaar dat ik het niet kon laten om even te noemen. Door ook daar dan wel positief over te berichten. Want anders dan dwing je ons bijna weer om in ons defensieve hokje te gaan. Weer onder te duiken en dan maar te zien hoe het gaat. En dat wil niemand. Wij willen echt, ik geloof er ook echt in, dat die transparantie tot veel betere kwaliteit leidt. Dat hebben we dus nu gezien met die coronamelder. En we zijn ook nog met een GGD-app bezig en met andere dingen. En we zien gewoon dat die kwaliteit dan gewoon veel beter is. Oké, een van de vragen die gesteld wordt ook online is van, had je niet bijvoorbeeld in Duitsland kunnen kijken waar al een app klaar was en die kunnen integreren in Nederland? Want daar werkte de app al. Nou, dat waren de partijen die meededen in die appathon. Dat waren ook partijen die daarbij betrokken waren. En met Singapore en al die anderen. Dus dat was onderdeel van van die appathon. En daar was de conclusie voldoet nog niet aan de extreem hoge eisen die ze in Nederland stellen. En wat noem er eens eentje? Waar moet ik dan aan denken? Weet ik niet meer uit mijn hoofd. Weet ik niet meer uit mijn hoofd. Okay, maar in ieder geval weet ik dat de partijen die meededen in die appathon, die hadden allemaal ervaring in of in Singapore of in Duitsland of in Engeland of weet ik veel. Ja. Okay, dus het was niet zo simpel van, hey, in Duitsland werkt het, dat integreren we eventjes naar Nederland. Nee. Nee, oké. Okay. Je had het daarnet over dat het ook gezien de privacy, dat je niet alle cijfers eruit kunt halen. Hoe kun je dan wel de effectiviteit, dat is ook een vraag die in onze chat gesteld wordt, hoe kun je de effectiviteit van die app dan bepalen? Ja, nou, ten eerste vraag ik aan de mensen om onze tweewekelijkse nieuwsbrief goed te blijven spellen. Daar bedoel ik mee, de brief aan de Tweede Kamer, waarin we de algemene stand van zaken elke twee weken verantwoorden. Er staan ook meestal hele lange passages in over hoe het gaat met de coronamelder. En we doen dus wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit, naar de effecten in de samenleving. Want elke keer dachten we, nou voldoen we aan eisen. Dat werd dan wel door de verschillende partijen erkend dat het privacyproof was. Maar ja, maar moet je het dan misschien toch niet doen, want we weten de effecten in de samenleving niet. En dan denk ik altijd, ja, als je wil innoveren, dan moet je soms ook dingen proberen waarvan je nog niet weet wat de effecten zijn. Dus hebben we gezegd, we gaan wetenschappelijk onderzoek daarop zetten. En er is dus gewoon heel veel wetenschappelijk onderzoek wat nu parallel loopt bij die introductie. Maar dan moet je dus met vragenlijsten werken, want we halen de gegevens niet uit de app zelf. Dus de eerste in de, ik geloof de 1 of 2 weken geleden hebben we in de voortgangsrapportage aan de Kamer hier wat over verteld. En dat is redelijk positief. Hè? Dus dat niet allerlei negatieve effecten die we verwachten van die introductie, die zijn niet opgetreden. Maar we zijn pas net bezig en dat onderzoek blijft lopen. Maar dat gaat via surveys. Maar oké, dit is dus zo het aantal gevallen, positieve gevallen van corona haal je dus niet uit je app, maar uit die surveys. Nee, ja. Oké, dus het is niet zo dat je in die app gaat kijken van, hey, hoeveel gevallen zijn er positief gemeld, dat geven we door. Dat moet dus echt uit die service komen, gezien het privacy hoofdstuk wat je net aanstipt. Ja.
Oké. Even kijken. Dan komen er ook vragen binnen en dat zal je niet verbazen over het recente nieuws rond de GGD en het privacy-leg daar. Bij de autoriteit persoonsgegevens, die spraken we eerder in deze uitzending, zijn veel telefoontjes binnengekomen, heel veel zelfs, van ongeruste mensen. Hoe kijk je daarnaar? Ik zei net, bedoel, er is ook nog veel te verbeteren in de wereld. Hè. We hebben zo nu en dan weer zo'n incident. Ook bij ziekenhuizen, ook bij de jeugdzorg. Ik weet niet of de duvel er... of ze wisten dat er vandaag de dag van de privacy was. Maar goed, weet je, even alle gekken op een stokje. Het is niet oké, het is niet goed. Moet uitgezocht worden, wordt ook uitgezocht. GGD is daar natuurlijk zelf keihard mee bezig. En je moet niet van een topambtenaar vragen om in zo'n politiek gevoelig dossier commentaar te gaan leveren. Wat ik wel kan zeggen is, let op de komende dagen. Ik bedoel, we hebben hele kritische journalisten die ons volgen. Die hebben dingen goed aan de kaak gesteld. De GGD is op dit moment aan het reageren. Er moeten ook nog heel veel dingen worden uitgezocht. En ook uiteraard mijn minister moest er al voor naar de Kamer komen met mondelinge vragen. Daar heeft hij het nodige over gezegd. Daar is ook weer het nodige over gebeurd. En het zou zomaar kunnen dat volgende week in het debat over corona, en misschien zelfs wel in een apart debat, daar weer uitgebreid op wordt ingegaan. Dus iedereen die daar vragen over heeft, die vragen zullen beantwoord worden door mijn minister in de Kamerbrief. Die volgende week uitgaat en waar ongetwijfeld ook, als daar nog weer een debat over komt, ook in dat debat. En vergeef mij even dat ik daar zelf nu even als topambtenaar niet op inga. Okay. Ja, ik zou nog heel veel aan je willen vragen, want het is een ontzettend interessante materie waar je mee bezig bent. En de ontwikkelingen aan jullie kant zijn ook heel interessant. Helaas is de tijd op voor dit gesprek, dus ik wil je zeer danken dat je vanuit Rotterdam bij ons was. En we praten heel graag op een later moment door over dit onderwerp. Graag gedaan. Super. Nog een mooie middag samen. Dankjewel. Erik Gerritsen, de secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Hij werkt daar sinds 2015. Mocht je net inschakelen en dit gesprek gemist hebben, niet getreurd. Alles is terug te kijken, ook het gesprek wat we met de autoriteit persoonsgegevens eerder vandaag al hebben gehad. Later volgt het linkje naar de plek waar je dat terug kunt kijken. Vragen kun je natuurlijk in de chat stellen, dat heb je al gezien. Maar deel ook af en toe eventjes je ervaringen via de social media. Dat doe je met onder andere de hashtag Nationale Privacyconferentie 2021, maar dan de afkorting uiteraard daarvan. Dat is hashtag NPC 2021 of de hashtag Privacy Awards. We gaan naar Mieke van Heesewijk. Zij is van het SIDN-fonds en zij is ook bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Hi, je zou maar unmuten. Ja. Ja, hartstikke fijn. Hartstikke fijn. Dat is ook iets wat ons bekend voorkomt. Mieke, fijn dat je er bent. We gaan naar een verhaal van jou luisteren en daarna komen we met veel vragen die inmiddels al op de chat binnenkomen bij jou terug. Ga je gang. Oké, prima. Hi, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Mieke van Heesewijk. Ik werk als programmamanager bij het SIDN-fonds. Dat is een fonds opgezet door SIDN, de Nederlandse Domain Name Registry. En wij geven geld aan een open, vrij, innovatief internet. Ik hoef niemand te vertellen dat corona bestaat. Dus in maart hebben wij een deel van onze gelden aangewend om een call op te zetten. En die noemden we Internet tegen Corona. Volgende slide, alsjeblieft. Kan iemand de slide verversen? Jongens van de techniek, kunnen jullie even aangeven of de slide al zichtbaar is? Mieke, kun jij de slide zien? Nee, ik zie de eerste slide nog. Oké, de eerste slide is nog zichtbaar. Voor de mensen thuis, we hebben een heel team aan techniek hier zitten in Nieuwspoort, die er in ieder geval voor zorgen dat deze uitzending bij jullie komt. En die er dus ook voor zorgt dat de powerpoints in ieder geval te zien zijn voor onze gasten. Dat wordt dus vanuit Nieuwspoort ingestart. En hij doet het. We hebben nu beeld, heb ik begrepen. Er is ook een hele handige tool voor, een klikker op afstand. Ik weet niet hoe privacy vriendelijk dat is, maar je kunt ook op afstand, Mieke, kun je op je telefoon, heb ik gezien, een app installeren en dan kun je dus je PowerPoint hier doorklikken. Maar wij gaan het nu handmatig voor je doen met slide nummer 2. Ga je gang. Oké. Zoals gezegd zijn we dus in maart gestart met de call Internet tegen Corona.
Toen we een tijdje bezig waren, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken contact met ons gezocht. En die hebben ook geld ingelegd om initiatieven te ondersteunen. De call die wij hadden was enerzijds expliciet geen track and tracing oplossingen. Omdat dat hele debat over de coronamelder al gaande was. Waar wij wel naar zochten waren initiatieven die nu in deze pandemie informatie aan het verzamelen waren. Om daar applicaties mee te maken om slimme dingen mee te doen, voorspellingen mee te doen voor ziekenhuizen of anderszins. En we waren op zoek naar initiatieven die inzichtelijk konden maken wat al die internettechnologie betekende voor onze burgerrechten op dit moment. Dus we hebben een call uitgezet en in deze sessie wil ik eigenlijk 4 projecten uitlichten die we gefinancierd hebben. Volgende slide alsjeblieft. Dat is Irma Miet, een journalistiek onderzoek, een wetenschappelijk onderzoek waar Erik Gerritsen, het is een ander onderzoek dan waar Erik Gerritsen aan refereerde, maar het ook een interessant wetenschappelijk onderzoek. En de COVID-planner voor ziekenhuizen. Volgende slide. Kunnen jullie de volgende slide laten zien? Ja, we hebben hetzelfde probleem als daarnet. Wij hebben hier in de studio hebben wij wel de slide voor staan en jij ziet hem schijnbaar niet. Dus dat is voor jou erg vervelend, want jij hebt natuurlijk jouw verhaal voorbereid aan de hand van die slides. Ik start mijn eigen PowerPoint even op, misschien is dat handig. Ja, precies. Misschien kun je aan de hand van dat verhaal, dan kunnen we in ieder geval geconcentreerd naar jouw verhaal luisteren. En ondertussen zoeken we hier achter de schermen even uit waar het precies aan ligt dat jij niet de actuele slide ziet. Maar als jij meeklikt aan de hand van jouw eigen presentatie, dan kunnen we in ieder geval het verhaal zonder onderbrekingen goed volgen. Ja, precies. Even kijken. Nou, het eerste project wat ik wilde uitlichten, dat heet Irma Miet. De toepassing Irma kennen waarschijnlijk heel veel mensen die aan het luisteren zijn wel. Credential-based authentication. En Irma Miet die heeft gerealiseerd dat je kan beeldbellen met Irma. En dat houdt eigenlijk in dat je kan vaststellen met wie je belt. En waarom is dat interessant tijdens corona? Omdat heel veel fysieke ontmoetingen niet meer plaats hebben kunnen vinden, is het interessant voor gemeenten om te weten met wie ze bellen, maar ook voor notarissen die contracten opstellen en huizen willen verkopen. Dus dat is het doel van Irma Miet. En het systeem werkt al, dus iedereen kan gebruik maken van Irma Miet. Wil die weten met wie die een call heeft op welk moment. Ze zijn nu ook bezig met toepassingen in het onderwijs daarvoor. Het volgende project wat we ondersteund hebben, en dat gaat meer in op de implicaties voor onze grondrechten. Dat is een journalistiek onderzoek. Er wordt een Europees onderzoek uitgezet en ze kijken in elk land welke technologie is er ingezet in het kader van de coronabestrijding. Maar wat heeft dat ook gedaan met onze grondrechten? Enerzijds, maar ze kijken onder andere ook wat de kosten zijn van die technologie. En is die technologie wel effectief geweest? Dus dat is een journalistiek onderzoek. Dat is nu gaande en in de komende maanden zullen daar publicaties van komen. Aansluitend daarop, en dat past daar een beetje mee bij, is een onderzoek van het IVIR, van de Universiteit van Amsterdam. Zij zijn een monitoring framework aan het bouwen voor de maatschappelijke, ethische en juridische implicaties van alle digitale oplossingen die de COVID-19-crisis losgemaakt heeft eigenlijk. Zij werken ook nauw samen met het journalistieke platform, dus er is veel kennisuitwisseling daar en die informatie zal ook in de komende tijd beschikbaar komen. En de laatste, en dat is een zeer praktische, dat is de COVID-planner voor ziekenhuizen. Deze planner die verzamelt allerlei open source informatie. Ze zijn lang bezig geweest met allerlei informatie verkrijgen, ook van RIVM en GGD. Wat begrijpelijk is, want RIVM heeft het ook druk met andere zaken. Maar met deze COVID-planner
kunnen voorspellingen gemaakt worden wat de druk op de IC gaat zijn of andere soorten druk die er in de ziekenhuizen is. Alles is open source. Dat was ook een van de criteria die we hadden bij deze projecten. Dat gaat allemaal over de controleerbaarheid van wat er ontwikkeld wordt. En dat is tijdens een pandemie van groot belang. Mocht je geïnteresseerd zijn in meer projecten, dan kan je kijken op scdnfonds.nl/projecten. En daar vind je alle coronaprojecten die we tot dusver ondersteund hebben. Dat was mijn presentatie voor vanmiddag. Exact, dankjewel daarvoor. Eventjes een hele algemene vraag. De hele ontwikkeling rondom corona en wat er ook in de maatschappij is gebeurd ten aanzien van digitalisering. Hoe kijken jullie daar bij SIDN naar? Ja, SIDN Fonds. Ik denk net als heel veel mensen de implicaties van technologie. Enerzijds, waar waren we geweest zonder internet? Dat is de eerste gedachte die ik heb. Stel dat er geen internet was, dan was onze economie nog veel meer naar beneden gegaan dan nu. Tegelijkertijd zijn er allerlei privacy-inbreuken die nu aan de oppervlakte komen. Dus die problemen worden scherper. En wat je ziet, dat de ongelijkheid tussen klassen enorm vergroot is door deze pandemie. En het gebruik van of thuisles geven, thuiswerken. Kijk naar de documentaire klassen van de NPO. En daar zie je echt dat de scheiding veel groter is geworden door corona. Exact. Kun je daar iets dieper op ingaan? Wat bedoel je dan precies met die ongelijkheid? Binnen welke groepen? Waar gaat het dan om? Nou ja, als je een huishouden hebt waar je 5 kinderen hebt en maar 1 laptop. Dat komt voor. En niet misschien de mensen die nu naar deze conferentie aan het luisteren zijn, maar dat zijn grote groepen mensen. Dus we hebben ook een aantal projecten ondersteund die gemeente Amsterdam heeft 3000 laptops uitgedeeld. Dan kregen die ouders die laptop en er stond een login met je DigiD. Hmm. Nou, dat was voor die mensen al een probleem. Zeg maar, wat is mijn DigiD? Dus we hebben een onderwijsmethode, applicatie ondersteund, lesbrieven ondersteund, waarbij we ouders helpen om online te gaan. En dan ook weer hun kinderen kunnen begeleiden. Exact. Dus en hoe komen dit soort projecten bij jullie op de radar? Is dat iets waar jullie zelf een team voor hebben die daar onderzoek en research naar doen? Of worden jullie getipt op dit gebied? In dit geval hadden we dus een open call. En dan zetten we al onze communicatiekanalen in. Omdat we met het ministerie van Binnenlandse Zaken samenwerkten, was die communicatie breder. En we bestaan al 6 jaar, dus heel veel partijen weten ons ook wel te vinden. Hmm. We kregen ook veel van de applicaties binnen die afgewezen waren voor de coronamelder. Hmm. Maar omdat we niet de tracking en tracing apps wilden ondersteunen, juist omdat het zo'n ingewikkeld verhaal is, hebben we die allemaal niet ondersteund. Precies. Er komen veel vragen bij ons binnen in de chat over hele specifieke projecten. Bijvoorbeeld Irma Meet, waar je net iets over hebt verteld. Meer informatie, zoals jij ook al terecht zei, op de site sidnfonds.nl. Daar staat er meer informatie over. Mochten nou in de toekomst mensen zich willen melden bij jullie voor ondersteuning, is er dan één specifieke eis waarvan je zegt, nou, daar zoeken wij eigenlijk altijd naar. Als je daar niet aan voldoet, probeer het niet. Het algemeen belang. Dus dat wat wij ondersteunen, ondersteunt het algemeen belang. Wij zijn een fonds met een ambi-status. Dus wij gaan nooit producten van 1 bedrijf ondersteunen. Dus open source is een belangrijk criterium wat wij daarbij hanteren. Dus dat is zodat anderen kunnen bouwen op de kennis die opgedaan wordt bij de projecten die wij ondersteund hebben. Mieke, mag ik jou heel erg bedanken voor je deelname. Excuses voor de technische oponthoud, maar we hebben toch je verhaal heel goed kunnen horen. Dank daarvoor. Fijn dat je bij ons was vandaag. Graag gedaan. Succes vandaag. Dankjewel. Mieke van Heesewijk was dat van het SIDN-fonds. Uitzendingen zijn dus terug te kijken na afloop. En mocht je wat gemist hebben, dan is dat dus allemaal op een later tijdstip in ieder geval nog een keer te zien. De volgende gast van dit blok, dat is Peter Verkoelen. Hij is van de Unlock-app. En hij is nu bij ons. Hij is ook voorzitter van Unlock en de coalitiemanager van de Dutch Blockchain Coalition. Dat is natuurlijk ook een thema dat ontzettend urgent is en dat misschien ook wel in corona tot extra mogelijkheden heeft geleid. Peter, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel.
We gaan eerst luisteren naar jouw verhaal en hetzelfde recept als bij de vorige sprekers. Daarna komen we natuurlijk met de vragen bij jou terecht. Waar ga jij mee beginnen in jouw presentatie? Ja, die mag dan nu voorgezet worden. Ik heb twee slides om even mijn verhaal... Hij mag nu door naar de volgende slide. Om even kort zeg maar toe te lichten waar we het hier over hebben. Misschien nog even kort. De Blockchain Coalitie, dat zijn een 45-tal publieke instellingen, bedrijven en kennisinstellingen die samen proberen om door middel van inzet van decentrale technologie bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Toen de COVID-19-crisis uitbrak begin vorig jaar, hadden we natuurlijk wel zo'n maatschappelijk vraagstuk bij de hand. Eigenlijk zoals Erik net al in zijn inleiding schetste, ook in onze context waren er meteen een aantal bedrijven en organisaties die zeiden, goh, daar willen we wat mee en daar willen we aan bijdragen om tot oplossingen te komen. Nou, toen kwam inderdaad dat proces van VWS. Ook het fameuze paasweekend, wat voor veel mensen, ook voor mij, dat dus ineens anders uitkwam te zien. Maar waar wij op zich heel enthousiast over waren, want dat bracht ons ook in 3 dagen tijd, denk ik 3 maanden verder. En toen bleek eigenlijk al vrij snel dat inderdaad de focus was op bron- en contactonderzoek. Nou, de oplossing waar wij aan werken gaat over andere dingen, dat zal ik zo toelichten. Maar daar zijn we wel daarna zeg maar rustig mee doorgegaan. En ik denk dat we zo langzamerhand op het punt komen dat dit soort oplossingen ook relevant worden. Dus ik ben blij om daar kort wat over te kunnen zeggen hier. Het idee is eigenlijk veilige bubbels te creëren waarbinnen je weet dat het besmettingsrisico kleiner is. In dit geval doordat mensen recent van tevoren negatief getest zijn. En overigens is het dan, want dat is een van de vragen die we vaak krijgen, het is uiteindelijk de overheid die bepaalt hoe recent, hè? Dus voor de ene toepassingsgebied wil je misschien dat het maar heel kort geleden is, voor de andere toepassing maar mag het misschien bijvoorbeeld 2 keer 24 uur geleden zijn, die test. Maar dat bepaalt uiteindelijk het bevoegd gezag, zoals dat dan zo mooi heet. En als je mensen dan negatief getest hebt, is het idee, dan kunnen ze in zo'n bubbel een tijdje met elkaar verkeren, waarbij de traditionele maatregelen die we nu allemaal kennen, kleinere groepjes en 1,5 meter binnen zo'n bubbel, dan kunnen worden losgelaten. Nou, dan gaat het natuurlijk over hoe kan ik enerzijds op een, hoe kan ik het feit dat ik negatief getest ben, hoe kan ik dat dan delen op een privacyvriendelijke manier en zonder dat ik mijn hele hebben en houden op straat hoeft te gooien. En anderzijds natuurlijk moet het wel fraudebestendig zijn. Want alles staat of valt natuurlijk wel bij het feit dat ik ook alleen maar naar binnen kan met mijn test en niet op basis van een negatieve test die mijn moeder heeft ondergaan. Er zijn een aantal partijen binnen de DBC die eigenlijk van begin af aan op dit punt gezegd hebben, hier willen wij aan bouwen en hier willen we een oplossing voor bieden. En in de volgende slide zal ik kort uitleggen hoe dat werkt. Wat je ziet is, je gaat uiteindelijk, je maakt natuurlijk een afspraak als individu om je te laten testen. De test wordt afgenomen en die gaat naar het testlab toe. En vervolgens krijg je vanuit dat proces dat heet dan een credential, hè, maar dat zijn een terminologie die voor mensen in deze conferentie wel bekend is. Je krijgt een credential en op basis van die credential kun je dan toegang verschaffen tot bijvoorbeeld een event of tot je werk of tot, kan van alles en nog wat zijn. Aan de achterkant, dat heet in dit plaatje hier de testverificatie-infrastructuur, daar zit de blockchain. Daarmee zorgen wij ervoor dat, wat ik net al zei, dat die testresultaten niet gefalsificeerd kunnen worden. Dat ik niet met het testresultaat van mijn moeder naar binnen kan of dat ik iets kan veranderen anderszins daaraan. Er wordt geen persoonsgegevens op die blockchain opgeslagen. Dus dat alvast even aan de voorkant om vragen voor te zijn. De data gaat uiteindelijk vanuit de testafname, vanuit het lab-informatiesysteem van het testlab, gaat het naar mij als individu toe. En dan zie je hier 2 stromen eigenlijk staan. Je kunt een wallet hebben waar je die credential in laat. Maar het gaat ook over inclusiviteit, inclusie. Dus ook mensen die, Mieke die zei het net in haar vorige bijdrage, die minder digitaal vaardig zijn, die moeten natuurlijk ook gewoon van deze faciliteiten gebruik kunnen maken. Dus er is ook een papieren spoor waarmee iemand dan eigenlijk op basis van die hele digitale oplossing uiteindelijk wel een papieren QR-code in handen krijgt en dan met die QR-code zichzelf toegang kan verschaffen. Nou, de persoon gaat dus met
de wallet of met de QR-code naar de ingang van het event of van zijn werk of van de school. Daar wordt dat geverifieerd en als alles in orde is, dan mag die binnen. Nou, we hebben dat, ik zei al, we hebben zeg maar over de zomer heen even een soort van steady state gehad, omdat de focus in Nederland vooral op dat bron- en contactonderzoek en het faciliteren daarvan lag. Na de zomer hebben we met name met de eventsbranche, fieldlab evenementen, gewerkt om eigenlijk te laten zien dat je op een dergelijke manier veilig weer evenementen ook open zou kunnen maken. Medio december hebben we dat getest in een pilot en daar is een paar minuten durend filmpje van gemaakt die laat zien hoe dat dan werkt. En dat filmpje zou ik graag nu even willen laten zien. En dat gaat de techniek dan voor ons doen. Dit is John. Hij is 27 jaar oud en is net als veel van zijn leeftijdsgenoten wel weer toe aan een avondje stappen. Dat gaat nu net even anders dan normaal. Hij bestelt via de website van de organisator een kaartje voor zijn favoriete evenement en maakt erbij direct een afspraak om zich te laten testen op het coronavirus. Direct na het afronden van zijn bestelling ontvangt hij een e-mail van de organisatie die de coronatest gaat afnemen. Er wordt hem gevraagd om zijn identiteitsgegevens klaar te zetten in de IDA-app, die gebruikt kan worden om de gegevens veilig te delen met de testlocatie. Met één druk op de knop kan John eenvoudig het informatieverzoek ophalen in de app. Door het scannen van de chip in het identiteitsdocument kan John eenvoudig en vertrouwd zijn gegevens inladen in de IDA-app. Deze gegevens staan alleen op John's telefoon, waardoor hij de volledige controle heeft over zijn gegevens. Wanneer de gegevens goed ingeladen zijn, laat de testlocatie zien welke gegevens zij van John nodig heeft. Na akkoord voor het delen van de gegevens wordt het met de testlocatie gedeeld. Wanneer John is aangekomen bij de testlocatie, kan hij middels het scannen van een QR-code zijn aanwezigheid bevestigen bij de teststraat. Hallo, wat is uw achternaam? Witje. De medewerker bij de teststraat kan op basis van een geverifieerde foto uit zijn paspoort gecontroleerd worden dat John inderdaad de persoon is die zich heeft aangemeld voor de test. Ja, mag u doorlopen naar mijn collega. Wanneer John's identiteit gecontroleerd is, wordt een coronatest voorbereid en wordt de testkit gekoppeld aan zijn profiel. Goedemiddag meneer, ga ik een testje bij u afnemen? John ondergaat een coronatest. Deze test kan zowel op de evenementenlocatie als op andere locaties in het land plaatsvinden. Na het afnemen van de test wordt hem verzocht om conform de regels te wachten op zijn uitslag. De testmedewerker beoordeelt bij afronding de test en verwerkt deze gegevens in het systeem. Vanuit het systeem wordt een notificatie naar John gestuurd dat de digitale testuitslag klaarstaat. Na ongeveer 15 minuten ontvangt John een e-mail op het door hem opgegeven adres. In deze mail wordt gemeld dat de uitslag van zijn test bekend is. Door een klik op de link wordt de uitslag van de test opgehaald, gecontroleerd op echtheid en vervolgens gekoppeld aan de app van John. De uitslag van zijn test is dan ook in het kader van de privacy nergens anders terug te vinden. John heeft een negatieve testuitslag en mag dus het evenement bezoeken. Hij maakt zich klaar om te gaan en gaat op weg naar de evenementenlocatie. Goedenavond. Hallo, wat is de QR-code? Aangekomen op de locatie scant John nogmaals een QR-code. Dit keer bij een toegangscontroleur. John geeft toestemming in zijn IDA-app om zijn coronatestresultaat en pasfoto te delen met de controleur. De controleur ziet vervolgens op zijn tablet een foto van John met erop de bevestiging dat hij negatief is getest op het coronavirus, waarop John de locatie mag betreden voor een heerlijk avondstappen. Ja, mooi om te zien, Peter. En dat zijn natuurlijk de stappen die we voorwaarts willen zetten om langzaam weer naar normaal toe te gaan. En daar leveren jullie een belangrijke bijdrage aan. Eventjes een paar korte vragen. Hoe werkt nou precies die identificatie van de persoon? Hoe weet je nou echt zeker door die blockchain dat je met de juiste persoon te maken hebt? Ja, nou, daarom is die foto natuurlijk ook van belang. Hè. Dus we halen nu de foto uit het identiteitsbewijs. En je kunt ook bijvoorbeeld kiezen. Hè. Er moeten natuurlijk nog keuzes gemaakt worden. Je zou kunnen kiezen om de foto bij de test te maken. Maar je hebt in ieder geval een foto nodig. Ja. En die wordt cryptografisch, zeg maar, via de blockchain gekoppeld aan het testresultaat. En daardoor kan ik alleen maar op basis
van een combinatie van foto en testuitslag kan ik naar binnen. Ik krijg niet zeg maar twee losse dingen, want ja, dan zou ik met een testuitslag van een ander naar binnen kunnen. Nee, precies. En belangrijk is dus wel ook dat die testen, want daar is ook nog wel eens discussie over, dat die wel echt betrouwbaar is. Want daar spelen jullie geen rol in. Hè? Jullie controleren alleen of de persoon is wie die zegt dat die is. Ja, kijk, de overheid bepaalt welke testen worden toegelaten, wat daar de specificiteit van moet zijn, et cetera, et cetera. Daar gaan wij niet over. Dat is hetzelfde als wat ik net al zei over ook, laten we zeggen, de recentheid van de test. Dus dat maakt uiteindelijk allemaal niet uit. Dat zijn parameters die je instelt en die uiteindelijk bepalen of je wel of niet naar binnen gaat. Maar dat maakt vanuit ons niet uit en daar gaan we niet over en daar willen we ook niet over gaan. Nee, precies. Dan dat papieren spoor, is dat niet meer fraudegevoelig? Nee, want dezelfde hele digitale infrastructuur zit daaronder. Je krijgt alleen als laatste stap, krijgt die persoon een QR-code. En dan moet hij natuurlijk wel ook zijn pasfoto, zijn paspoort of identiteitsbewijs meenemen. In de digitale variant is dat niet nodig. En dat is belangrijk, omdat je kan je voorstellen als je bijvoorbeeld in een uur tijd 50.000 man daarin in wil krijgen. Ja. En je zou een spoor hebben waarbij je met een wallet en een paspoort moet gaan werken. Ja, dan gaat dat veel te lang duren, staan mensen veel te lang te wachten. Ja, vraag in de chat is, wat is de bewaartermijn? Er is geen bewaartermijn. Kijk, uiteindelijk gaat het gegeven. Hè? Het is regie op gegevens. Dus de uitslag komt in mijn wallet terecht. Die kan ik weggooien. Je kan natuurlijk instellen dat die sowieso niet langer in de wallet blijft dan dat die houdbaar is. Want waarom zou je hem daarna nog bewaren? Hij komt uit het laboratorium informatiesysteem van het lab. Ja, je zou ook daar kunnen zeggen, maar dat zijn ook ontwerpkeuzes buiten onze eigen scope, zeg maar. Maar je zou daar kunnen zeggen, oké, als het lab de credential naar mij als individu heeft toegestuurd, kan die daarna dat gegeven ook daar verwijderen. Want waarom moet het bij het lab nog bewaard worden? Ja. Maar bij ons is er geen centrale plek waar gegevens bewaard worden. Oké, laatste vraag. Kort antwoord alsjeblieft. We hebben eerder tests gezien in Duitsland en volgens mij ook in Barcelona. Is daar met vergelijkbare technologie gewerkt? Nou, in Duitsland ken ik niet precies. Barcelona, daar is eigenlijk vooral juist getest om mensen, het aspect van mensen zitten dicht op elkaar. En daar zie je dus dat er uiteindelijk bleek dat er nul besmettingen uitgekomen waren. Dus dat is in ieder geval een test die wij als Nederlandse samenleving, denk ik, kunnen gebruiken als extra proofpoint. Dat dit soort oplossingen heel goed ons uit de crisis zouden kunnen gaan trekken. Top. We kijken er dan mee uit. Over 2 weken gaan jullie het in de praktijk ervaren. Ja. Super. Peter, dank. Succes daarmee. En we horen graag wat de uitkomsten daarvan zijn. Dank voor je toelichting. Graag gedaan. Peter Verkoelen was dat tijdens de Nationale Privacy Conferentie Digitale Editie 2021. Uiteraard met een belangrijke focus op corona. Ook zometeen tijdens het debat om 3 uur aan deze tafel en met mensen die vanuit huis inbellen. Heel graag tot zometeen. Kwartiertje pauze en dan zijn we terug.
Welkom terug. Fijn dat je kijkt naar de digitale editie van de Nationale Privacyconferentie 2021. In dit blok gaan we een breed debat voeren over alle privacy-vraagstukken die in de coronatijd voorbij zijn gekomen. Ga ik onder andere doen met een van mijn gasten die al hier aan tafel zit. Dat is Ancilla van der Leest, voorzitter van Privacy First. Een van de partners van deze conferentie naast ECP. Welkom, fijn dat je er bent. Dank je. We hebben ook Paul Tang, Europarlementariër. Die staat al bij de katheder. Paul, ook welkom, fijn dat je er bent. We gaan zo meteen eerst naar jou luisteren, want jij gaat een verhaal schetsen rondom de internationale benadering van de coronacrisis. Wellicht ook in relatie tot privacy, dat gaan we zo meteen horen. En vervolgens schuif jij hier aan tafel om met ons te discussiëren. En ook samen met Monique Verger van de Autoriteit Persoonsgegevens, die we eerder gesproken hebben. Evelien Austin, de directeur van Bits of Freedom. Chris van Dam, Tweede Kamerlid namens het CDA, is bij ons. En we hebben ook Judith van Schie, die we net ook al gezien hebben. Dat is dus de line-up wat betreft het debat. Maar we zijn natuurlijk ook nog steeds bezig met de Privacy Awards en de genomineerden. En het is tijd om een volgende genomineerde te laten zien met de naam Match3. Daar komt hij. Beste aanwezigen en mede-genomineerden, geachte juryleden. Mijn naam is Remco Boersma van Justitie en Veiligheid. En voor ons is het een grote eer om genomineerd te zijn voor de Nederlandse Privacy Award met het project Zicht op grensoverschrijdende criminaliteit met de inzet van Match3-technologie van FCINet. Justitie en Veiligheid probeert zowel de privacyrechten van betrokkenen als de informatiedeling te bevorderen. En daarbij lopen we tegen het klassieke dilemma aan dat met het delen van te veel aan informatie dit recht onder druk komt te staan, maar bij te weinig het handelingsperspectief en de effectiviteit van de uitvoering van JNV. Lang denken we dat het niet mogelijk is om beide gelijktijdig te versterken en de afwegingscurve in zich een heel naar rechtsboven te krijgen. Tot we 4 jaar geleden kennis maken met FCINet en Match3-techniek, ontwikkeld door JNV eigen medewerkers blijkt dan. Match3 is een privacy enhancing technology, afgekort PET, waarmee data niet wordt verzameld, maar slim wordt gekoppeld. PET-technieken worden nog weinig operationeel ingezet en daardoor ook niet algemeen bekend binnen ons ministerie. En daarmee begint niet enkel onze reis om deze nieuwe techniek in te zetten, maar ook eentje van organisatie- en cultuurverandering. We voeren vanaf 2017 vele gesprekken binnen het departement en ontvangen daarbij zowel positieve als negatieve reacties. Een paar daarvan in beeld gebracht. Dit soort reacties geeft ons soms het gevoel dat dit departement too big to handle is. Tot we opnieuw via het OM in contact komen, waarbij een officier in Limburg de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit in de grensregio Nederland-België-Duitsland wil verbeteren. De verkenning van de casus CIDAR, het willen uitwisselen van informatie bij grensoverschrijdende criminaliteit, geeft mogelijkheden voor de inzet van Match3. Daarvoor is de medewerking nodig van privacy officers, juristen, maar ook van onze Belgische en Duitse collega's. Dit verloopt niet zonder slag of stoot. De betrokkenen hebben vaak moeite om de techniek goed te doorgronden en redeneren vanuit bestaande manieren en methoden van uitwisseling waarbij beperkingen en risico's worden onderkend. Maar de aanhouder wint. Inmiddels is de infrastructuur geïnstalleerd en staan we aan het begin van het uitvoeren van een proof of concept, waarbij JNV tot betere inzichten kan komen, maar tevens het recht van betrokkenen, bijvoorbeeld dat deze niet 2 keer voor hetzelfde hoeven voor te komen. Of dat onnodige gegevens worden gedeeld, dan wel worden opgevraagd bij het OM van België. Match maakt het mogelijk dat iedere partij in controle blijft over zijn eigen data, met inachtneming van privacy- en dataprotectierichtlijnen. De infrastructuur van FCINet die daarvoor wordt gebruikt, kent 3 leidende principes. Autonomy by design, privacy by design, flexibility by design. Voor ons breekt nu een spannende fase aan waarbij we enorm blij zijn met de nominatie voor de Privacy Award. Deze ondersteunt ons in ons doel om binnen JNV zowel de privacyrechten te versterken als gelijktijdig het handelingsperspectief van het OM. Hopelijk is dit ook het begin van een volgende reis, om te onderzoeken waar we deze technologie binnen JNV nog meer in kunnen zetten, maar ook andere overheden bewust maken dat PET-technologie zich ook leent voor hun domein, zoals privacybescherming in de gezondheidszorg en wie weet waar we dit nog meer in kunnen zetten, met het adagium Connect, Don't Collect. Als laatste wil ik een aantal collega's expliciet benoemen zonder wie dit niet mogelijk was geweest. Gonnie de Graaf, Udo Kroon en Harry Kruter van FCINet, Suzanne Hartold, ICT-jurist binnen JNV,
Ben Keuken, Tjitske Visser en Jeltje Vreenstra van het OM en mij, Michael Groven van het OM België. Bedankt voor uw aandacht en de andere genomineerden. Veel succes. En dank daarvoor. Dank voor de toelichting van dit idee. Match 3 is dat dus. Daarmee hebben we meer dan de helft van de genomineerden voor de Privacy Awards gezien. Straks, later in dit programma, nog 4 genomineerden te gaan. En ook zij hebben allemaal een filmpje gemaakt. Het is nu tijd voor het internationale perspectief op de coronacrisis. Dat krijgen we van Europarlementariër Paul Tang. Namens de Partij van de Arbeid is hij actief in Europa. En hij gaat ons meenemen in wat er goed is gegaan. Welke landen het bijvoorbeeld ook goed doen. Maar uiteraard ook wat de verschillen zijn tussen die landen. Ook op technologisch gebied. Paul, het woord is aan jou. Ja. Dankjewel, Tom. En laat ik internationaal perspectief, maar laat ik gewoon nationaal beginnen. Dat kan ook. Op weg naar de trein las ik een stuk van Daniel Verlaan, RTL Nieuws, over de GGD en het enorme lek daar. En daar wordt een medewerker geciteerd en die zegt, het kan ze gewoon niet boeien. De medewerkers hadden bij de leiding aangegeven dat er lekken in het systeem zaten. En ondanks de bezweringen van Hugo de Jonge gisteravond in de Kamer, kan je toch niet aan de indruk onttrekken dat bij de GGD, bij de leiding van de GGD, eigenlijk de data als niet belangrijk werden gezien. En terwijl deze data eigenlijk heel gevoelig zijn. Het gaat om medische gegevens, testuitslagen bijvoorbeeld. En het gaat om persoonlijke gegevens, BSN-nummers. Dit zijn zeer gevoelige persoonlijke gegevens die makkelijk misbruikt kunnen worden. Ik zou hopen dat die waarden echt op data zijn geschat. En zo staan we op dit moment in het jaar, eigenlijk ook weer zoals het jaar begonnen is. Want het jaar begon inderdaad dat de scholen online les moesten geven en ook universiteiten online tentamens moesten afnemen. En sommige universiteiten verplichten proctoring software. Waarbij studenten hun camera van een laptop moesten laten overnemen. Hun laptop werd overgenomen, beelden werden opgenomen. En dan wederom, dit zijn biometrische gegevens, gezichten, stemmen. Die worden opgeslagen, zeer gevoelige gegevens. Tegelijkertijd is het wel interessant om te zien dat die data veel werden gebruikt en de privacy zonder meer in het geding was. Tegelijkertijd is het interessant om te zien dat er ook een tegenbeweging was. Studenten kwamen ook in actie door online petities, verweerden zich daartegen. En dat heeft ook weer effect gehad. De universiteiten zijn die proctoring software minder en minder gaan gebruiken. En bovendien, niet elke universiteit heeft dit ook verplicht gesteld. En dat brengt me toch ook bij een andere belangrijke ontwikkeling. Dat zijn de corona-apps die her en der in Europa zijn uitgerold. Daar was een hele duidelijke discussie tussen enerzijds de Franse benadering met de gecentraliseerde database en ik noem het maar even de Duitse benadering met de gedecentraliseerde databestanden die de privacy moeten waarborgen. Steeds meer van die, uiteindelijk is die Duitse gedecentraliseerde aanpak, noem ik het maar even eenvoudig, heeft toch de overhand gekregen zodat die apps ook over de Europese grenzen heen bruikbaar zijn. Hoe effectief die coronamelders zijn, daar ben ik nog steeds wel benieuwd naar. Ik heb hem op mijn telefoon, maar ik weet niet hoe effectief het al in de praktijk zou blijken te zijn. Maar wat je hier zag, is dat wel degelijk data en databescherming een belangrijke rol speelde in de vormgeving van deze apps. Wat de COVID-crisis eigenlijk laat zien, is dat wij nog steeds geen controle hebben over onze data. Dat we data uit het oog verliezen, de zeggenschap erover verliezen en data gebruikt kunnen worden op manieren die we niet voorzien en eigenlijk ook niet willen. De COVID-crisis heeft dit probleem niet veroorzaakt, maar heeft wel dat probleem nog eens heel nadrukkelijk blootgelegd. En dat is waar het gevecht de komende jaren ook over gaat. Want tegelijkertijd is dat gevecht wel heel interessant aan het worden, omdat je nu aan beide kanten van de Atlantische Oceaan, zowel in de Europese Unie als in de Verenigde Staten, initiatieven vindt die de big tech toch echt zullen moeten gaan inperken. Laat ik een voorbeeld geven. Dat is het gebruik van gepersonaliseerde ads en het verzamelen van data van gebruikers op alle mogelijke manieren, online, over verschillende websites, maar ook gecombineerd met data offline. Dat is een manier waardoor Google en Facebook voorop
gillend rijk zijn geworden. Ze zijn daarmee tot de grootste bedrijven der wereld geworden. En dat is gebaseerd op de verdiensten uit advertenties. Voorstellen, Facebook draait op 98% op advertenties, Google op ongeveer 86%. Dus deze bedrijven zijn volledig afhankelijk van advertenties en eigenlijk op het gebruik van persoonlijke data. Deze bedrijven zijn voortdurend bezig om data te verzamelen. Overal zijn trackers van Google en Facebook aan de gang om die gegevens te verzamelen. Dat is precies waar ik en anderen me tegen willen gaan verzetten. En dat is nu mogelijk. Er zijn wetsvoorstellen van de Europese Commissie. Die gaan onder de naam van Digital Service Act en Digital Market Act. Die echt op gericht zijn om de macht van de grote bedrijven aan banden te leggen. Maar uiteindelijk het doel moet zijn om ons ook weer de zeggenschap over onze data terug te geven. Het is niet zo dat die wetsvoorstellen onmiddellijk deze bedrijven opbreken of gepersonaliseerde advertenties verbieden. Dat is de strijd die we nog moeten gaan voeren in het Europees Parlement. Maar het is zeker spannend. Het Europees Parlement heeft zich al uitgesproken dat het volgen van gebruikers over het internet, tracking en targeting, significant aan banden moet worden gelegd en moet kunnen leiden tot een verbanning van deze advertenties. Interessant is daarbij ook dat in dat debat wat ik voer met leden van de Europese Commissie, met leden van het Europarlement, met de grote bedrijven zelf, ik ook één Nederlands voorbeeld kan aandragen. Dat is namelijk de Ster. Het verdienmodel van Google en Facebook zijn gepersonaliseerde advertenties, waardoor op grote schaal, echt op grote schaal, veel persoonlijke gegevens worden uitgewisseld. Het alternatief is ontwikkeld hier ook in Nederland. De Ster heeft besloten die gepersonaliseerde advertenties af te zweren en is gekomen met contextuele advertenties die geen persoonlijke data gebruiken. Het is heel eenvoudig. Als ik zoek naar schoenen, dan kan ik een advertentie van schoenen krijgen, bijvoorbeeld van Nike krijgen. Dat zijn contextuele advertenties. Daar zit geen persoonlijke informatie in, anders dan dat ik dat ik zoek naar schoenen, bijvoorbeeld alsof ik een schoenenwinkel inloop. Het is niet alleen zo dat in Europa dit gevecht zich gaat ontbranden, maar dat ook aan de andere kant van de oceaan daar wordt gekeken. En daar wordt het misschien al wat drastischer gedaan. De mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten kijken nadrukkelijk naar de mogelijkheid om de grote bedrijven, we praten over Google en Facebook zoals genoemd, maar we hebben ook Apple en Amazon en Microsoft, om die bedrijven ook inderdaad op te splitsen. Hun macht is zo groot geworden dat ook daar nadrukkelijk wordt gekeken om die bedrijven erop te splitsen. Dus wij staan voor een strijd die we eigenlijk misschien wel 2 jaar geleden of 4 jaar geleden hadden moeten voeren. Ik weet dat Ancilla daar al een hele lange tijd mee bezig is. Maar die nu ook echt op het punt staat om te ontbranden. Dus het is iets wat, agenda oproepen, volg dat, ondersteun dat, want dit worden de komende jaar en jaren worden heel bepalend van hoe het internet gaat zien en of wij weer de zeggenschap over onze data kunnen krijgen en privacy weer centraal komt te staan. Dank je wel. Betoog. Kom vooral eventjes hier aan tafel zitten. We kunnen nog eventjes doorpraten over de zaken die jij hebt aangestipt. Want ik denk dat er heel veel te zeggen valt voor hetgeen wat je betoogt. Inmiddels is Chris van Dam ook hier. Welkom. We gaan zo meteen het debat aan. Jij valt midden in het verhaal van Paul dat onder andere gaat over de grote techreuzen, onder andere Google rondom de data. Wat zou een aanknopingspunt kunnen zijn om er weer grip op te krijgen? Want ze zijn zo ontzettend machtig, hè, die Googles en die Facebooks van deze wereld. Ja, ik denk dat we veel moeten doen. Dus daarom val ik ook het model van gepersonaliseerde advertenties aan, want dat gaat over de gepersonaliseerde data. Tegelijkertijd zijn er ook andere manieren om de macht van die bedrijven minder te maken en ons in een betere positie te zetten. Neem het voorbeeld van e-mail. Maakt niet uit bij welke provider je zit, je kan met elkaar e-mailen. Voor de messenger services, zoals WhatsApp, Signal en Threema en Telegram, is dat niet zo. Dus je kan ook die diensten kan je beter uitwisselbaar maken. En dat zal ook de machtspositie van die bedrijven
verkleinen en ons in een betere positie brengen. Maar voor wie ligt er daar dan een taak om dat te bewerkstelligen? Nou, ik denk dat dit echt een taak van de wetgevers is. Ik bedoel, dit is op daarom gebeurt dit. Dat gebeurt op Europees niveau. Dit moet in Brussel en in Washington gebeuren. Dit zijn ja, toch mondiale bedrijven. Daar moet je de grote wetgevers tegenover zetten. En die wetgevers moeten met voorstellen komen die ja, ons eigenlijk weer de zeggenschap over de data teruggeven. Maar hebben die genoeg macht om dat te doen? Want tot nu toe is het het wordt natuurlijk een heel leuk, heel spannend gevecht. Ik bedoel, daarover geen misverstand. Als ik zeg, het gaat het komende jaar gebeuren, dan moet je je voorstellen dat in de kamers in Brussel en in Washington er voortdurend wordt gesproken en dat daar partijen tegenover elkaar kunnen staan. De belangen voor deze bedrijven, en dit zijn de grootste bedrijven ter wereld, die worden aangepakt, die zijn enorm. Nou, dat gaat over vele miljarden. Dus dat wordt wel een interessant gevecht. Maar tegelijkertijd, wat ik ook probeerde aan te geven in het betoog, het bewustzijn is dat hier iets scheef is alleen maar gegroeid. En dat zie je natuurlijk ook door de effect die social media hebben op ons maatschappelijk debat. Mm. Met bestorming van het kapitaal tot gevolg. Dat besef is natuurlijk in de loop der jaren wel enorm gegroeid. Mm. We zagen natuurlijk ook dat er heel snel op gereageerd werd. Hè, doordat onder andere Trump geblokkeerd werd door onder andere Twitter en YouTube en volgens mij ook Facebook. Er zijn ook plannen geweest in Amerika om bijvoorbeeld Facebook op te knippen. Want WhatsApp is van ze, Instagram is van ze. Dat zijn allemaal wel plannen. Maar hoe staat het er eigenlijk voor? Want dat het ook echt gaat gebeuren, ja, daar hoor je dan vrij weinig over. Nou ja, dus die wetgeving in Europa gaat er komen. Daar ben ik van overtuigd. Het kost tijd, hè. Dit zijn geen snelle processen. Dus dat kost... Precies, en de wetgever loopt ook altijd achter de feiten aan, weten we. En dat mag ook. Ik bedoel, dat kan haast niet anders. Maar die wetgeving in Brussel gaat er komen. Interessant is ook wat de mededingingsautoriteiten gaan doen. Of die voldoende een stok vinden om de hond mee te slaan, om het zo maar te zeggen. Om die bedrijven ook daadwerkelijk aan te pakken. Maar ik neig toch aannemen dat... Dat is de FTC, de Federal Trade Commission, dat is de Amerikaanse mededingingsautoriteit. Die zijn nu twee onderzoeken gestart, zowel tegen Facebook als tegen Google. Kijk, die starten niet een onderzoek om daar niks uit te laten komen. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat daar ook niet wat gaat gebeuren. Oké, eventjes nog in relatie tot corona, want daar begonnen we mee bij de inleiding van jouw betoog. Wat is de ontwikkeling die jij ziet op dit punt, hè, dat datapunt onder invloed van corona? Nou ja, ik zie eigenlijk een worsteling. Hè. De problemen die waren er al. Alleen door corona zijn die problemen wat groter geworden. Dus, maar dat merk ik ook in persoonlijke. Toen we in lockdown gingen, half maart, heb ik meteen een abonnement aangeschaft op Zoom. Om die vervolgens niet meer te gebruiken. Want ik kwam er kort daarna achter dat die data eigenlijk gewoon niet veilig zijn. En zo worstel ik. Vanmiddag hebben we een webinar. Dat doen we dan met GoToWebinar. Dat werd wij opgewezen, ja, maar die slaan de data in Amerika op. Mm. Ja, dat kan de wet eigenlijk. Dus je ziet onze worsteling om op een goede manier met data om te gaan, die is er. Maar dat laat vooral veel zien dat we het nog steeds niet goed geregeld hebben. En daar hebben we ook dus duidelijke en betere wetgeving. Ja, maar betekent corona dan dat we doordat alles, hè, dit soort ontwikkelingen veel sneller gaan, dat we er ook sneller mee geconfronteerd worden? Want jij moet nu een keuze maken op Zoom-gebied. Ja. Dat we ook sneller bij het eindstation komen en dus een oplossing. Ja, ik denk, hè, dus als ik zie hoe de ontwikkeling van de coronamelder-app is gegaan, dat dit bewustzijn is echt veel groter dan 2 of 4 of 6 jaar geleden. Dus ik ben, ja, misschien is dat mijn valkuil als politicus, ik ben optimistisch. Dat kan niet anders. Hè. Je moet als je dit vak doet, moet je enigszins optimistisch zijn. Dus ik ben wel optimistisch. Oké, Ancilla, je werd genoemd net in het betoog van Paul. Je bent ook veel mee bezig. Vorig jaar hadden we Google hier nog te gast, hè, in Nieuwsport. Hoe kijk jij naar dit verhaal? Ja, er zijn zoveel dingen die ik wil zeggen als ik dit relaas hoor, dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Wat komt er eerst in je op? Dat we een aantal dingen door elkaar halen. Censuur en privacy zijn we door elkaar aan het halen. Als je het hebt over de macht van de techbedrijven, als je het hebt over een Trump die gecensureerd wordt. Dat is de president van Amerika. Als je dan zegt de techbedrijven hebben te veel macht. Nee, de president van Amerika heeft vrij veel macht. Lijkt me logisch. Dus dat was het eerste wat me opviel, dat er een aantal discussies flink door elkaar heen lopen. Ten tweede ben ik heel erg verbaasd dat in de politiek eigenlijk nu pas dit gesprek zo op gang komt. Nou ja, ik ben zelf ook voor de politiek gegaan, omdat ik me er 4 jaar geleden al over verbaasde. Hoe komt dat, denk je? Dat ze er nu pas mee beginnen? Het is log. Natuurlijk een regering is een log apparaat eigenlijk, terwijl de technologie gaat zo ontzettend snel, dat het ontzettend bijbenen is. Maar er zijn mensen die hier al vele jaren voor
waarschuwen natuurlijk voor de ontwikkelingen die we nu zien. En er zijn ook wel, als je kijkt bijvoorbeeld naar Duitsland, is daar veel sneller, veel adequater op gereageerd met kleine ingrepen. Dus bijvoorbeeld op een gegeven moment weet ik nog dat Duitsland zich er hard voor heeft gemaakt dat je met Facebook een alias kan gebruiken. Dus dat je minder makkelijk overal continu gevolgd wordt. Dat zijn kleine maatregelen die toch een grote impact kunnen hebben en die ook heel erg bijdragen aan het maatschappelijk bewustzijn van dat die databedrijven misschien niet altijd het beste voor hebben met jouw data of dat er ook wel nare dingen mee kunnen gebeuren. Dat soort kleine dingen mis ik nog heel erg in de discussie in Nederland. Het is al heel erg snel van oké, laat de politiek het maar oplossen, want dit is zo groot. Dat is wat ik in zijn verhaal hoor en dat is waar bij mij een beetje twijfels beginnen te spelen van ik weet niet of je dit het grote gevecht als het grote gevecht moet zien of dat je het in meer in kleine maatregelen moet zien en inderdaad ook een stukje maatschappelijk bewustzijn en ook alternatieven en ook een overheid die ondernemerschap waardeert en beloont en stimuleert zodat er ook sneller alternatieven komen die er nu in Europa niet ontstaan, waar ze in Amerika natuurlijk wel razendsnel ontstaan. Punt is helder. Reactie van Paul. Nou ja, Laat ik het praktisch houden. WhatsApp Signal. De app van mijn voetbalteam is dat een discussie. Gaat mijn voetbalteam als geheel over van WhatsApp naar Signal? Mijn antwoord is nee. En dat laat zien dat er hele belangrijke netwerkeffecten zijn. Ik wil dus juist niet dat het debat geïndividualiseerd wordt. Dat als ik maar een adblocker op mijn browser heb, dat ik dan goed bezig ben en dat mijn moeder van 83 dat ook moet. Ik denk dat het juist te groot is om over te laten aan het individu. En dat betekent niet, want dan ben ik met Asselle eens, we zijn heel erg op zoek naar alternatieven daarvoor. En daar noemde ik ook de ster als voorbeeld. Dus dat zijn de koplopers die ons de weg wijzen. Asselle noemt het verhaal in Duitsland, hè, waar de overheid dus zorgt dus, voor... Ik geloof echt in die alternatieven. De dame ook de ster als alternatief voor Facebook. Dat is interessant, want dat laat zien dat het anders kan. Maar ik vind niet dat we dit op individueel niveau moeten doen. Dat is echt onbegonnen werk. Dat is ook een onderschatting van het probleem. Deze bedrijven zijn zo groot en zo machtig geworden. Hun invloed op ons publieke debat, maar ook op de politieke besluitvorming is natuurlijk wel groot. Ik zou er niet naïef zeg maar in willen zijn. Daarom zeg ik ook, dit wordt wel een gevecht. Oké, zit er wat in, Asselle? Nou, als ik kijk naar zoiets als de ster, zie ik daar ook wel de inspiratie in terug van bijvoorbeeld een startpage.com waar ik ook heb gewerkt. Full disclosure. Even het grote verhaal, want ik kan Van een ondernemer komt die het licht al 20 jaar geleden zag. Ja, maar... Die zegt van, hey, wacht even, dit privacy ding is belangrijk. En zo gaat het balletje rollen, terwijl als je zeg maar niet de ruimte laat voor initiatieven, privacyvriendelijke initiatieven, is gewoon ontzettend moeilijk om dat in Europa van de grond te krijgen. Eigenlijk als mosterd na de maaltijd zegt van nu moeten we keihard met de overheid ingrijpen. Ja, dan ben je gewoon veel te laat. Dan ben je gewoon echt wel laat. Ja, exact. Maar jij noemt het voorbeeld van die ondernemer. Maar er is natuurlijk ook die burger die misschien niet in staat is of er helemaal geen zin in heeft om daar zich tegen te wapenen. En dan zou een overheid wel kunnen helpen om die burger misschien te beschermen. Nou ja, het is, 10 maanden en we dragen hier allemaal mondkapjes. Dus blijkbaar is er heel veel mogelijk. Chris, hoe luister jij naar dit debat? Ja, nou, er zitten verschillende elementen in we worstelen met z'n allen, hè? Dat is sowieso. De politiek in Den Haag worstelt ook. Afgelopen jaar hebben we een rapport opgeleverd, update vereist. Er is vaak het verwijt, de politiek heeft te weinig kennis over digitalisering. En is dat terecht? Ja, is volkomen terecht. Zeker. Hoe komt dat? Nou, dat heeft te maken met het feit dat... Het is heel verbrokkeld, hè, over allerlei commissies. Dus ik zit bijvoorbeeld in de Commissie Justitie en Veiligheid. Als ik daar enorm iets wil maken van een digitaliseringsonderwerp, ja, dan kijken collega's mij aan en zeggen ja, leuk, maar. En het ultieme voorbeeld is bijvoorbeeld, er is door het kabinet vorig jaar een standpunt over AI ingenomen. Dat is in 3 brieven vervat, aan 3 verschillende commissies gestuurd, met 3 verschillende bewindslieden besproken. En dat moet dan door het kabinet ergens weer aan elkaar geknoopt worden. Ik heb begrepen dat ze die 3 brieven ook eerst ambtelijk met elkaar hadden afgestemd. En aan het eind moeten ze het dan weer in pannetjes opvangen om het op te doen. Ja, dat kan gewoon niet. Dus er komt nu, ik meen dat er volgende week hier een vergadering in de Kamer is, waar een motie zal worden aangenomen, want die wordt breed gesteund. Dat er bij een volgende periode een vaste commissie digitalisering komt. En daar ben ik heel blij mee. Maar wie zit daar dan in?
Kamerleden. Ja, maar die hebben dus niet de juiste kennis. Nou ja, dat kun je zeggen, maar dan kom je op een ander punt. Ik vind het ook wel eens heel ingewikkeld. Hè. Je weet als Kamerlid heel vaak ergens niet iets vanaf. Jongens, we zijn de vertegenwoordiger van het volk. Eerst professor Dr. Anders in de digitalisering zijn voordat ik in de commissie mag zitten? Nee, oké, maar wat doe je dan om die kennis? Want we hebben denk ik, en er zijn heel veel kijkers die nu kijken, en die hebben ook gesproken rond podcasts en andere programma's. Ja. Er zit echt heel veel kennis in dit land op de thema's die we hier bespreken. Zeker. Spreken jullie met die mensen? Nou kijk, het is heel ingewikkeld als je je niet organiseert. Dus dat is een van de ambities die ik heb, dat als je een vaste commissie maakt, heb je ook een vaste ondersteuning, een staf. Maar je krijgt ook een vaste agenda, een vast punt. Mensen, als ze nu iets met de Tweede Kamer willen, als het gaat om digitalisering, ja, dan schieten ze de ene keer die commissie weer in, de andere keer die commissie. En dat moet de meerwaarde zijn, dat we een vast punt krijgen. In elke commissie zal altijd over digitalisering, digitale onderwerpen worden gesproken. Net zoals in elke commissie de begroting. Het is niet zo dat alle begrotingen alleen door de commissie Financiën worden gedaan. Maar er zijn gewoon bovenliggende thema's. Bijvoorbeeld wat ik hier hoor, hoe gaan we met de grote techbedrijven om? Ik denk dat dat vooral ook een Europees onderwerp trouwens zal zijn, maar dat terzijde. Maar ook in de Tweede Kamer is het van belang dat we die discussies op één plek krijgen. En als je die op één plek krijgt, zul je zien dat ook het kennisniveau van de mensen die daarmee te maken hebben, zal stijgen. Ja, en dan loop je ook nog denk ik altijd aan tegen zaken dat je met experts die je misschien aan je bindt zaken wil, maar dat het volgens de wet niet kan. Dus dat je dat eerst moet aanpassen. Ja, nou dat zal, maar dat heb je toch op alle onderwerpen, ook buiten de digitalisering, dat heb ik ook. Als het gaat om, weet ik wat, de tabaksindustrie of weet ik wat niet allemaal, lobbyisten. Maar kijk, het is een verantwoordelijkheid van de Kamer om zich te organiseren en om daar mensen in te zetten die na verloop van tijd ook de kennis toenemen enzovoort. Maar ik vind het ook een verantwoordelijkheid van de digitale wereld, laat ik het dan maar zo zeggen, om soms af te dalen uit het jargon. En wie bedoel je dan? Nou, iedereen die zich op dat punt profileert. Ik als niet-digitale jongen, als ik een tijdje dit soort gesprekken of dingen, dan denk ik wel eens, waar is de tolk, weet je wel? Kan iemand mij uitleggen wat hier gezegd wordt? En dat is ook een verantwoordelijkheid van al die mensen die in dat veld actief zijn, om ook wat je aan het doen bent, om dat duidelijk te maken aan 17 miljoen Nederlanders. Dat is, in wederkerigheid is dat een verantwoordelijkheid. Google moet komen uitleggen waar ze mee bezig zijn. Google zeker. Ja, maar dan is het natuurlijk wel de vraag, wie toetst of ze het vertellen zoals het ook echt is? Ja, natuurlijk is dat een reële vraag. Maar we hebben ook wetenschappers in ons land. We hebben allerlei belangenorganisaties, NGO's enzovoort, die zich daar ook mee bezighouden, die volgens mij ook hieraan verbonden zijn. Ja? En met elkaar moeten we toch een eind kunnen komen. En dan is het gewoon de verantwoordelijkheid van de Kamer om zich te organiseren. En niet dat, weet ik welke, alle clubs Privacy first, of weet ik niet allemaal, dat ze elke keer in een vergadering opnieuw op nul moeten beginnen. Dat is het probleem in de Tweede Kamer. Je zegt veel interessante zaken. We halen er eventjes één puntje uit, Paul, want dan gaan we zo meteen ook naar de andere stellingen waar we ook jou thuis vragen om zeker mee te discussiëren. Maar even maar het punt van de big tech moet afdalen en komen uitleggen waar ze mee bezig zijn. Goed plan? Nou, ik denk dat het heel goed plan is om een commissie digitale zaken te hebben, want dat betekent dat het debat en de kennis veel meer geconcentreerd zal worden. En ik denk, maar het is mijn ervaring als politicus, je bent vaak een intermediair tussen het publiek en de deskundigen. Dat geldt voor mij ook voor belastingontwijking, financiële sector, hou ik me ook mee bezig. Ik ben voortdurend aan het vertalen van wat die mensen allemaal zeggen, om dat te begrijpen. Wat is de kern? En wat is de afweging waarvoor we staan? Dus ja, dat is. En het helpt enorm als er partijen zijn. En gelukkig zijn die er ook. Ik werk op het terrein van digitale zaken, om het zo te zeggen. Er zijn heel veel goede NGO's in Brussel. En die begrijpen ook dat ze de afweging daarin moeten maken. En ook het helpen om te zeggen waar in de wet moet je nu aangrijpen. Omdat dus die omgeving. Het gaat niet alleen de Kamerleden zelf, maar de omgeving daarheen moet ook goed georganiseerd zijn. En ik denk dat zo'n commissie digitale zaken daar enorm bij kan helpen. Oké, Ancilla? Heb je een vraag voor me? Nou ja, ik ben benieuwd wat jij. Er worden natuurlijk heel veel zaken gezegd, maar ik ben benieuwd. Ik hoor heel erg, we weten het niet. Dat hoor ik steeds terugkomen. Oké, maar wat kun je dan adviseren? We willen natuurlijk een stap vooruit komen met z'n allen. En of Google hier moet komen uitleggen wat ze aan het doen zijn. Dat doen ze met enige regelmaat. En ze hebben de allerbeste woordvoerders that money can buy. Ja, hebben we vorig jaar hier gemerkt. Hè? Dat was de grote privacybaas van Europa. Die was hier. Nou, dat was een gelikt verhaal. Precies. Maar er waren heel veel kritische vragen vanuit de zaal die dan ook lachend kan vertellen. Maar hoe prik je daar doorheen? Hoe kom je echt tot de kern en tot het eerlijke verhaal? Ja, door met de juiste mensen te praten, denk ik. Door de mensen die zich hier echt in verdiepen in deze materie, die echt goed weten hoe het zit. Ja.
Die weten hoe het zit. Oké. Okay. Ja. Laatste woord is hier nog niet, zeker niet over gezegd. Dit debat kwam allemaal voort uit het betoog van Paul, waarvoor dank. Aftrap voor een breder debat met ook mensen die niet hier in Nieuwspoort aanwezig zijn. Voor de mensen die net inschakelen, Ancilla van de Leest is bij ons voorzitter van Privacy First. We hebben natuurlijk Paul Tang, Europarlementariër, en Chris van Dam, Tweede Kamerlid CDA. Welkom. Maar we hebben ook mensen die op afstand bij ons zijn. Gezichten die we eerder vandaag al hebben gezien. Ik stel ze nog eventjes aan je voor. Dat is Evelien namens Bits of Freedom. Evelien, jou hebben we nog niet gezien. Jij kunt mij wel horen en zien volgens mij. Hè? Welkom. Hoi. Fijn dat je er bent. We hebben Judith van Schie van Considerati. Die hebben we eerder ook gezien met het, vooral juridisch verhaal. Hallo, welkom Judith. Hoi. En Monique namens de autoriteit persoonsgegevens. Welkom terug in de uitzendingen, Monique. We hebben drie stellingen en daar gaan we in het komende half uur gaan we daar over praten. Je kunt meepraten door jouw mening te geven in de chat, zodat we ook een beetje kunnen peilen van hoe het publiek erover denkt. We hebben veel belangstelling vandaag, dus veel mensen zitten te kijken. Dank daarvoor, daar zijn we erg blij mee. De eerste stelling is: privacy moet de belangrijkste voorwaarde zijn in de strijd tegen corona. Ik begin meteen maar eventjes willekeurig bij Monique. Wat is jouw standpunt, Monique? Nee. Kun je dat uitleggen? Misschien een oproep van bewondering dat ik het zeg. Nou, voor mij is het heel simpel. Soms zijn er eenmaal dilemma's als je grondrechten afweegt. En de frictie mag er ook zijn als het om belangrijke dingen gaat. En waar het om gaat is, als je dan die schending moet doen, laat het dan in ieder geval niet lichtzinnig plaatsvinden. Doe dat zorgvuldig, transparant en compleet. Hou rekening met beroepsregels en belanghebbenden. En dat is heel mooi. En kijk even, want in de praktijk blijkt dat het heel vaak kan. Bijvoorbeeld bij de corona-melder-app. Daar is een heel groot, breed debat geweest, maatschappelijk, om dat vorm te laten krijgen. Dus ik denk dat het zeer mogelijk is om al die dingen mee te nemen. Maar als je met het mes op de keel, zeg ik niet dat privacy de basis daarvoor is. Oké, okay, helder punt. Ancilla, hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, grondrechten zijn er natuurlijk voor crisistijden gemaakt. Zijn gemaakt ook deels om je natuurlijk te beschermen tegen een almachtige overheid. Dus ik denk dat juist dit het moment is om niet die baby met het badwater weg te gooien in een tijd dat je juist zo onder druk staat om dan maar alles te geven om deze crisis maar te bedwingen. Dat is natuurlijk heel verleidelijk omdat mensen ook gewoon doodsbang zijn. En omdat je dan vaak in die paniek, in die emotionele toestand, irrationele dingen doet waarbij je de lange termijn gevolgen eigenlijk niet kan overzien. En ik denk dat je, als je het hebt over het waarborgen van grondrechten, dat zeker zo'n voorbeeld is. Oké, dus niet eens met deze stelling. De privacy moet dus de belangrijkste voorwaarde zijn in de strijd tegen corona. Daar ben jij het ook niet. Kijk, het is een valse tegenstelling natuurlijk. Of veiligheid, gezondheid, of privacy en je grondrechten. En dat zou never, nimmer een tegenstelling moeten zijn. Er is een andere manier en die gaan we vinden ook. Oké, okay. Paul? Ja, zeer mee eens met de laatste woorden van Ancilla. Er wordt vaak een schijndilemma geschetst en dan komen we voor de keuze. Ik denk dat het niet nodig is. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke voorwaarde is. Als je het echt absoluut zegt van het is de enige voorwaarde. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Er zijn meerdere doelen die we nastreven, voorwaarden die we moeten handhaven. Ja. Maar ik geloof ook niet dat in het dilemma dat het ons wordt voorgeschoten. Oké, okay, Judith, jij hebt eerder vanmiddag een verhaal gehouden, ook met een juridische achtergrond. Hoe kijk jij naar deze stelling? Ja, ik ben het eens met wat mijn voorgangers zeggen. Ik denk dat het probleem zit in de stelling in de vraag of privacy het belangrijkste is. Het is heel erg belangrijk. We moeten zeker ook in crisistijden daarnaar kijken, naar dat belang. Maar grondrechten zijn gelijkwaardig, dus die moet je tegen elkaar afwegen. En dus ook andere grondrechten meenemen. Chris, hoe kijk jij daarnaar? Ja, je kunt grondrechten benaderen uit een soort de cavia-bak van de weekendquiz, hè, van vroeger. Van wie is het eerste bij het gat? Je kunt hem ook benaderen uit, het zijn allemaal fundamenten die onder het gebouw staan. En we hebben ze allemaal nodig. En ik denk dat dat laatste het geval is. En dan kom je op momenten, kom je in dilemma's. Dat is altijd zo bij grondrechten. Hmm.
Dus privacy is niet het belangrijkste, maar het is wel een belangrijke steunpilaar die je niet moet wegtrekken, zeg je eigenlijk. Ja, kijk deze week naar het feit dat er gegevens gestolen worden van mensen die getest zijn en wat dat betekent voor het vertrouwen in zijn algemeenheid om je naar een teststraat te begeven enzovoort. En ik denk dat we met z'n allen hier op tafel hebben hoe de dingen met elkaar verweven zijn. Ja, en dat privacy belangrijk is, dat zijn we met z'n allen eens. Maar hoe maak je de afweging binnen deze crisis waar we in zitten, waar het in de volgorde van belangrijkheid komt? Ja, door in gesprek te gaan met elkaar en de verschillende belangen op tafel te hebben en uiteindelijk een keuze te maken en dat verantwoord te doen. Evelien, hoe kijk jij naar dit verhaal? Ik ben het helemaal eens met wat iedereen gezegd heeft. Volgens mij, volgens mij sluit het allemaal heel erg op elkaar aan. Privacy is ontzettend belangrijk, net als heel veel andere vrijheden. En de crisis heeft laten zien dat hoe erg vervlochten ze zijn met elkaar. Ja, hoe maak jij de afweging tussen de strijd in deze crisis met inderdaad vaccins, maar ook het borgen van die privacy? We hebben jou nog niet eerder gehoord vandaag, dus ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Nou, dus wat voor ons heel belangrijk is, en ik denk dat elke mensenrechtentoets begint met een goede probleemstelling. Dus een goede analyse van wat het probleem eigenlijk is dat je wilt oplossen. Vervolgens ga je kijken naar welke middelen je allemaal hebt. Ga je kijken naar of die middelen in verhouding staan tot het probleem. Vervolgens kijk je naar, welke risico's brengt het middel met zich mee? En kunnen we daar bepaalde beschermingen tegenover zetten? Dus dat is denk ik hoe we ook tijdens deze crisis, ook al kost dat soms iets meer tijd, dat het toch heel belangrijk is dat we die toets en die afwegingen blijven maken. Helder. We zijn het wat betreft deze stelling met z'n allen eens. Ik vraag aan de mensen achter de schermen om ook eventjes door te geven hoe er thuis gedacht wordt over dit onderwerp. Ik vermoed ook een beetje in dezelfde lijn. Gaan we naar de tweede stelling. De invoering van een coronapaspoort ontwricht onze maatschappij. Dan is het misschien eerst eventjes goed om ook aan te geven wat versta je dan precies onder zo'n coronapaspoort. Ik begin eventjes bij jou, Chris. Vertel eventjes. Ik dacht dat jij ging vertellen wat het was. Daar had ik een beetje op gehoopt. Kijk, het is dan nog niet officieel. Dus zoals over heel veel zaken zal daar ook discussie over gevoerd worden. Wat moet er dan in staan? Dus misschien kun je eventjes, want dan snappen we ook straks je standpunt misschien beter, dat je eventjes aanstipt, zo'n coronapaspoort ziet er wat mij betreft zo en zo uit. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik. Ik denk dat het coronapaspoort vooral betrekking heeft op als je op een moment gevonden wordt, hè, dat je of getroffen wordt van of je naar het buitenland gaat of wat zo, dat je dat kunt doen. Ik denk dat er heel erg aan vasthangt van wat is nou de consequentie daarvan. Dat meer de discussie is. Hè. Mag je dan ergens wel komen, mag je ergens niet komen? Discriminatie? Nou, bijvoorbeeld wel. Hè. Ik noem maar wat, als jij nou je niet laat vaccineren om weet ik wat voor reden, mag je dan nog wel de supermarkt in of de bioscoop of dat soort dingen. Volgens mij is meer het gebruik van zo'n paspoort de discussie dan, en natuurlijk is ook het vastleggen van gegevens, maar ik vrees dat er toch al heel veel gegevens worden vastgelegd. Maar dat is denk ik het element en ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik er persoonlijk vrij terughoudend in zit in dit soort dingen. Waarom? Ik weet inmiddels. Ik ben vrij terughoudend daar. Zeker in deze hele coronacrisis gaan wij publiek vertrouwen niet doen toenemen als we allemaal databanken en paspoorten en weet ik wat niet allemaal. Dus je moet gewoon wel heel goed beargumenteren wat daar dan de meerwaarde van is. Maar stel dat het er zou komen. Reisbranche bijvoorbeeld, hè, is er voorstander van. Want die willen ook graag weer aan de slag. Dit zou een middel zijn om de boel weer draaiende te krijgen. Denk je dan dat de maatschappij zoals in deze stelling bepleit wordt ontwricht raakt? Nou, kan de maatschappij nog meer ontwricht raken dan dat we dat in zekere zin nu al hebben? Ik denk gewoon dat heel erg de vraag dan is, van wat is de waarde ervan? Waar gebruik je het? Hoe lang blijft dat bestaan? En meer van dat soort zaken. En daar zul je met elkaar over in gesprek moeten. En het is natuurlijk alweer een heel ander verhaal als mensen daar vrijwillig aan willen. Maar ja, als je vrijwillig aan het een wil, dan is er ook een groep die dat niet wil en die dan weer afgezonderd wordt. Eerlijk gezegd is het helemaal niet top of mind op dit moment bij mij. Er zijn echt andere problemen die we nu hebben. De invoering van een coronapaspoort ontwricht onze maatschappij. Dat is de stelling waar we nu over praten. Monique, namens Autoriteit Persoonsgegevens, hoe kijk jij naar dat verhaal? Nou, wij vinden dat het dus gewoon niet mag. We hebben er, de regering heeft heel letterlijk gekozen om geen registratieplicht te maken. Dus daarmee is het al helemaal helder. Daarnaast is de vraag, waarom is het nodig? En ik ga dan toch even terug naar het voorbeeld dat ik aanhaalde helemaal aan het begin van deze middag.
Dat een ziekenhuisbestuurder mij belde en die zei van ja, ik wil eigenlijk mijn medewerkers registreren die een vaccinatie hebben gehad. Want ik wil tegelijkertijd namelijk ook al mijn patiënten beschermen. En al pratende daarover kwam ik op een gegeven moment tot de vraag, maar waarom wil jij dat registreren? Want in jouw manier van werken ga je niks veranderen. Want ook een medewerker die een vaccin of een vaccinatie heeft gehad, die moet in beschermende kleding naar die patiënt toe. Dus in je werkwijze verander je niks. Dus waarom wil je die kennis dan hebben? En toen realiseerde hij zich dat dat eigenlijk helemaal niet nodig was. En ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Hij gaat het gesprek met elkaar aan of het echt nodig is. En of er geen andere, minder zwaarwegende alternatieven zijn die je ook kunt inzetten om antwoord te krijgen op diezelfde vraag. Oké, dat roept meteen ook een beetje de vraag op, wat kan juridisch hè, rondom zo'n coronapaspoort? Judith, wat kun jij daarover zeggen? Ik denk dat het heel erg lastig is en ik denk dat dat begint, want juridisch heeft altijd ook wel te maken met werkelijkheid. Ik ben geen expert op dit gebied, maar volgens mij zou je nog steeds besmettelijk kunnen zijn als je een vaccinatie hebt gehad. Het idee volgens mij van het paspoort is dat je anderen wilt beschermen. Dat zegt dus niet zoveel, denk ik, in die end. Dus de problemen met de werking en inderdaad welk probleem willen we hier oplossen, zorgen ervoor dat het ook juridisch heel ingewikkeld wordt. Het is eigenlijk dezelfde discussie als die we hebben gezien tijdens de appathon rondom de coronamelder. Als iets niet goed werkt, dan zijn er ook automatisch juridische problemen. Precies, en dan zitten we automatisch toch in de discussie, is het nou zo'n goed idee, zo'n coronapaspoort? Terwijl de stelling is, ja, ontwricht het dat geheel? Maar het is een hele logische vraag die jullie opwerpen. Paul, hoe luister jij naar dit verhaal? Nou, wat ik wel interessant vind, is dat wat ik hier bespeur, is dat er zeg maar de nodige voorzichtigheid is over het coronapaspoort. Als je daar mensen vraagt, vinden die dat een geweldig idee. Dat vind ik altijd wel. Mensen? Nou ja, als je gewoon enquêtes doet, van moeten mensen wel meer vrijheid krijgen als ze gevaccineerd zijn, zegt de meerderheid van de bevolking ja. Dus in dat gesprek moeten we dat ook aangaan. Dus ik denk zelf inderdaad dat er goede redenen zijn om alle voorzichtig te zijn. Die discussie gaat overigens wel komen. We hebben al Griekenland die zich gemeld heeft voor een coronapaspoort. En je begrijpt waarom. Men is bang dat het toerisme anders in de zomer niet meer terugkomt. Maar ik denk dat als het er al komt dat het aantal toepassingen heel beperkt zou moeten zijn. Juist om te voorkomen dat mensen die zich niet willen laten vaccineren, niet onnodig worden belemmerd in hun leven. Want dat moeten onze de minderheden beschermen in onze democratie. Moet het doordenken. Maar het gesprek moet dus niet alleen hier worden gevoerd, maar moet dus ook wel met de bevolking worden gevoerd. Want anders gaat het niet goed. En overigens denk ik, ik ben niet zo. Als ik. En nog een hele praktische opmerking. Om zoiets georganiseerd te krijgen, kan wel eens verduiveld lastig blijken te zijn. Het lukt ons al niet om een goede vaccinatieprogramma op poten te zetten. Als we de samenleving nog ingewikkelder gaan maken, zit ik me af te vragen of we dat. Hebben net een heel mooi voorbeeld gezien van de Unlock-app, waarmee je naar, waar ze bij festivals mee gaan testen. Dat kan toch heel simpel op een mobieltje wat je meeneemt en wat je laat zien? Ja, nee, ja, je zegt dat het simpel kan, maar ik denk dat het best complex kan blijken uit te pakken. Maar goed, daarom laten we vooral het belangrijkste boodschap is dat we met elkaar in gesprek gaan. En niet alleen in een soort Haagse bubbel, maar ook met de bevolking over wat wel en niet een goed idee is. Ja, en die mensen zeggen dus, het is best een goed idee als ik jou mag geloven. Ja, veel mensen zullen dat een goed idee vinden. Vind jij dat ook? Nee, ik ben er dus voorzichtig mee, omdat ik, als ik het doordenk, het vaak verandert het werkwijze niet. Bovendien zet je mensen op achterstand die uit principe niet gevaccineerd willen worden of om een andere reden dat niet kunnen of willen. En dus je moet ook kijken naar welke mensen komen daardoor in problemen. Juist, en als het alleen gaat om een vakantie naar Griekenland, denk ik niet dat we een heel groot probleem creëren. Nee, oké. En dat is ook een beetje de lijn die Hugo de Jonge aanhoudt. Die heeft gezegd, ik wil vooral mensen door het uit te leggen stimuleren om zich te laten vaccineren. En dan is misschien zo'n paspoort helemaal niet nodig. Denk je, als het er wel zou komen, hypothetisch gezien, dat het tot een ontwrichting leidt? Nou, dat hangt eigenlijk van de schaal dus af. Ik bedoel, mijn bezwaar, het zou ontwrichtend zijn als ik denk dat we grote groepen of belangrijke minderheden uitsluiten in het maatschappelijk verkeer. Dat vind ik ontwrichtend in ieder geval. Nog even los van andere problemen die kunnen opduiken over het punt wat Chris maakt. Je maar gaat onderscheid maken, de data kunnen worden gedeeld. Is het veilig? Oké. Okay. Evelien, Bits of Freedom, hoe kijken jullie er tegenaan? Ik denk wat meneer Tang als laatste zei heel belangrijk is. Dus het kan ontwrichtend zijn als het op een onzorgvuldige manier wordt ingezet. Dus er zou heel goed na moeten worden gedacht over in welke contexten je zoiets wel en niet zou willen gebruiken. Dus ga je het dan juist inzetten op essentiële plekken in het leven, zoals scholen,
of juist niet daar? Hoe zorg je juridisch, maar ook sociaal gezien, dat misbruik wordt voorkomen? Dat we voorkomen dat er een soort gelaagde samenleving ontstaat, dus dat er gediscrimineerd wordt. Wat kun je doen om te zorgen dat dit niet leidt tot een soort normalisering van het delen van gezondheidsgegevens? Want dat is op de lange termijn ook nog heel belangrijk. Als je al dat soort dingen goed inricht, is er een kans dat het niet ontwrichtend is. En dat het ons vooral heel veel vrijheden teruggeeft. Maar ik denk dat er heel veel risico's aan plakken. En dan daarnaast, wat Judith ook zei, en wat meneer Tang ook zei, er is ook nog echt de vraag over hoe uitvoerbaar dit is. Dus hoe uitvoerbaar het is, ja. En of zo'n paspoort ons echt de veiligheid geeft die we denken dat die geeft. Ja, in onze chat wordt ook de opmerking gemaakt van ja, zo'n coronapaspoort wordt dan gebruikt voor een verruiming van de mogelijkheden, maar is het niet juist een mogelijkheid tot discriminatie? Wat denk jij, Evelien? Ja, zeker. Dus, we hoorden net al, ga je niet bepaalde groepen uitsluiten van het sociale verkeer? Mm. Eigenlijk is het een discriminerende tool. Dus het is een middel bedoeld om te discrimineren tussen verschillende mensen. Dus je gaat onderscheid maken tussen mensen die wel gevaccineerd zijn en niet, of die wel onlangs zijn getest of niet. Dat is het doel van het middel. Mm. En dat kan geoorloofd zijn. Maar dan moeten we dat wel met heel veel waarborgen omkleden. Ja, precies. Ancilla, wat ook opgemerkt wordt in onze chat is dat natuurlijk, ja, als je met zo'n paspoort gaat werken, dan ga je dus registreren. En al die registraties, die maken weer kans op misbruik. Ben je het daarmee eens? Ja, tuurlijk. Dat hebben we al gezien met de GGD natuurlijk. Akkefietje afgelopen tijd. dus dat heb je sowieso. Maar ik denk toch inderdaad dat het gevaar er nog meer zit in de samenleving die je creëert en ook dat je ook bijvoorbeeld ondernemers die feesten organiseren bijvoorbeeld soort van inzet als een soort van politieagent, weet je wel, om iets te enforcen wat je eigenlijk in de maatschappij wil hebben als politiek zijnde of zo. Gedrag, door middel van een evenement probeer je een gedrag uit. Ja, dan zet je die ondernemers onder druk door te zeggen van nou ja, je zal hier aan moeten, net zoals het Griekenland ook zoiets heeft van we doen alles om maar te kunnen overleven, weet je wel, ja. Om maar zaken te kunnen doen. Dus het is een hele gevaarlijke situatie waar we in zitten, waarbij al onze vrijheden zijn afgepakt en ondertussen worden we onder druk gezet om aan allerlei maatregelen te gaan. Gewoon ronduit discriminerende maatregelen, zoals Evelien ook al zei. Om maar onze vrijheid terug te krijgen. Dat is natuurlijk heel erg krom. En je creëert ook een soort van bijna omgekeerde bewijslast. Mm. Waarbij je niet meer vrij door het leven kunt gaan. Maar je altijd aan iedereen de hele tijd moet bewijzen dat je onschuldig of gezond bent. Gezond, weet je wel. Want wat is gezond? Een PCR-test. Er kunnen ook aan kanttekeningen bijgezet worden. Of dat inderdaad zegt wat wij denken dat het zegt. Of wat we willen dat het zegt. Hmm. Dus je creëert gewoon een omgekeerde bewijslast. En daarmee zet je wel de hele maatschappij inderdaad op z'n kop. Korte reactie, Chris. En dan gaan we naar de volgende stelling. Nou, ik ben het overal mee eens. Maar het punt is natuurlijk ook dat er mensen zijn die ontkennen, om hun goede moverende redenen vast, dat een vaccin enige betekenis heeft. En het feit, als die mensen, laat maar zeggen, onze samenleving als geheel in de vertraging zetten of achterop brengen of wat dan ook, dan zou ik me daar nog wel iets kunnen voorstellen dat dat op een gegeven moment, nou ja, een rol speelt in het wel of niet hebben van een paspoort. En nogmaals, naar Griekenland gaan, dat zie ik dan niet direct. Maar ja, gebruik maken van, ik noem eens wat, de bibliotheek die nu dicht is, of het zwembad, of noem het maar op. Ja, dan wordt het alweer een heel andere discussie. Okay. We gaan naar de derde stelling. En dat vind ik wel een grappige stelling. Leraren die moeten in tijden van crisis jongeren helpen om inzicht te krijgen in meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Ben je het daarmee eens of oneens? Laat het weten in de chat. Ik begin bij Evelien, Bits of Freedom. Hoe zie jij dat? Moeilijke stelling. Ik denk dat het goed zou zijn als leraren het hele jaar door en ook in tijden van niet-crisis jongeren helpen om meer grip te krijgen op hun persoonsgegevens. Wat je nu natuurlijk wel ziet, is dat kinderen en jongeren en studenten veel meer dan voor de crisis onderworpen worden aan digitale surveillance. En het eigenlijk ook als voorwaarde wordt gesteld om mee te kunnen doen
aan het onderwijs. Dus een proctoring, filmpjes van jezelf terwijl je aan het sporten bent. Ik vind niet dat dat... Dat de verantwoordelijkheid daarover bij de studenten of de jongeren zou moeten worden gelegd. Maar dat docenten en scholen en universiteiten en hogescholen hierop moeten worden aangesproken. Monique, jij gaf eerder aan, het is belangrijk om het gesprek te voeren. Nou ja, volgens mij kun je hier prima een situatie bedenken waarin zo'n leraar het gesprek aangaat met leerlingen. Zeker, maar wij moeten ook het gesprek met die leraar zelf aangaan. Hè? Want het is natuurlijk wel interessant, dan realiseer je wat je doet als je iedereen als sportleraar je leerlingen vraagt om filmpjes te maken van wat je doet. Hè, wat doe je dan ook met die filmpjes? Hoe wordt het verstuurd? Het gesprek erover is van belang en ik denk dat dat een taak is van ons allemaal, want dat kun je niet zomaar doen. We hebben een jongeren-app gelanceerd vorig jaar die het gelukkig heel goed gedaan heeft bij de 12-jarigen. Om natuurlijk bewust te worden wat de risico's zijn van gebruik van gegevens en het delen van gegevens. En ik denk dat we daar nog heel veel energie in moeten steken om veel meer mensen daar bewust van te maken. Ja, wat gebeurt er eigenlijk nu al op scholen rondom meer kennis over persoonsgegevens en het gebruik daarvan? Nou, er is een lespakket, er is dus van alles en nog wat. Maar wil je dat heel goed doen en over alle jaren, dus zeg maar toegepast op jonge kinderen, maar ook op wat ouderen, dan moet er nog veel meer komen. Ja, Paul, we hebben in de rellen deze week ook gezien dat leraren in sommige delen van het land de straat opgingen om wellicht leerlingen te herkennen en aan te spreken op hun gedrag. Zou dat in het geval van deze persoonsgegevens ook een goed idee zijn? Je kent het voorbeeld niet? Nee, ik ken het voorbeeld niet. Ik zit even maar wat precies het verband was. Dus nou ja, dat de leraren dus ingezet worden om leerlingen en jongeren in ieder geval te wijzen op een bepaald aspect. In dit geval dus het belang van persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Ja, maar met Evelien eens, dat moet je eigenlijk altijd. Bewustwording en dat je daar keuzes in kan maken lijkt mij goed en belangrijk. En die bewustwording helpt niet alleen hoe ze omgaan, maar ook helpt ook weer de politici om te komen tot wetgeving die daarop voortbouwt. Ik merk wel bij de stelling dat we het heel erg op individueel niveau leggen. En terwijl ik denk dat er gewoon heel veel niet goed geregeld is. Mm. En dat het aan de wetgevers en de toezichthouders of de universiteiten, wat net werd gezegd, is om het eens een keer goed te regelen. Dus ik pas er wel voor om het dan weer bij de jongeren te leggen. Ja, moet je maar beter op je data letten. Dat lijkt mij. Oké, ik zie een knikkend gebaar bij Chris. Eens? Nou, ik vind prima als docenten op dit vlak dingen doen, ook buiten crisistijd. Maar kijk, we hebben het net gehad over de verhouding big tech en eigenlijk individuele burgers. En we hebben veel aandacht besteed aan het kleiner maken van de macht of invloed van de big tech. Maar tegelijkertijd zouden we na moeten denken over het groter maken van de invloed van individuele gebruikers, burgers. Kijk, in de kern van de zaak gaat het om een overeenkomst. Je gaat een overeenkomst aan als individuele gebruiker met Facebook of wie dan ook. En een overeenkomst veronderstelt een zekere gelijkwaardigheid in verhoudingen tussen partijen. Als ik naar de slager ga en ik koop een onsje worst, dan betaal ik daar geen miljoen euro voor, maar dan betaal ik daar een bedrag voor wat in verhouding staat. Dat wordt op de markt betaald. Nou, we kunnen constateren dat als wij onze data geven aan Facebook, dat daar niet in verhouding toe wordt betaald, in wat ze er allemaal mee doen. Ja. Wij als politieke partij hebben opgeschreven in ons verkiezingsprogramma dat wij vinden dat de eigendom van persoonsgegevens wettelijk geregeld moet worden. Mm. Je bent geen eigenaar van je naam. Je bent geen eigenaar van waar je bent. Mm. Het eigendom in het Nederlandse wetboek is geregeld op stoffelijke voorwerpen in principe en nog ook intellectuele eigendom. Maar daar zullen we echt fundamenteel dingen moeten veranderen. En dan krijg je ook een situatie, een heel andere situatie, hoe je in zo'n verhouding stapt met een... Nou, welk techbedrijf ook. Exact. Eventjes een afdronk van wat er in de chat gezet wordt. Dank daarvoor. Geen rol voor de leraren, maar rol voor experts. En veel mensen in de chat vinden ook dat privacy onderdeel van het curriculum moet zijn. Bewustwording, dat is belangrijk. Ancilla, eens? Ja, eens, absoluut. Inderdaad, het is al een paar keer voorbij gekomen dat het eigenlijk altijd besproken zou moeten zijn, crisis of geen crisis. Ik denk dat leraren ook wel degelijk voor de wolven zijn geworpen toen deze crisis begon. Zo van, nou, ga maar online lesgeven. Hier heb je Zoom of zo. Succes ermee, weet je wel. Dus ik denk dat je heel veel vraagt van leraren in deze tijd. En dat we ook zuinig moeten zijn op die mensen. Ik denk dat het initiatief zeker vanuit de scholen mag komen. En ik heb me er zeker over verbaasd hoe iedereen opeens aan de Zoom ging. Waar dat vandaan kwam. Waarom daar niet meer over gesproken is, welke tools we gebruiken.
hoe we die keuzes maken. Dat debat heb ik nergens zien voeren. Opeens was iedereen aan de Zoom, terwijl je natuurlijk al kon aanvoelen dat dat helemaal niet zo zuiver in elkaar zit. Nee, ondertussen zitten we nog steeds met al het lekker te zoomen, volgens mij. Nou, dat gesprek mag wel eens een keer gevoerd worden, inderdaad. De Kamer zoomt niet. Oké, nee, nou heel fijn. Het Europees Parlement zoomt niet. Nee. De Kamer heeft heel uitdrukkelijk een Nederlandse provider gezocht, waar we betalen met geld en niet met onze data voor dit al. En dat ook het inderdaad op Nederlands grondgebied, weet ik wat wordt. Ja. Wie zei dat? Heel mooi. Nou, ik weet niet of ik dat hier moet noemen, maar bel mij vooral om het te... Het is gecheckt en gedubbelcheckt dat het allemaal veilig is. En, ja, niet door mij, maar wel door de mensen die daar verstaan. Maar precies ook wel voor dit soort redenen. Omdat je moet ook het voorbeeld geven. Dus, maar ik herken volkomen dat de rest van het land op Zoom zit, hoor. Er zijn ook veel bedrijven waar het niet mag, hè. Laten we dat niet vergeten. Volgens mij Rabobanken en ook andere grote instellingen, die kennen ook de gevaren van Zoom inderdaad, ja. Ja, maar goed, als het besef helder is in de politiek waarom het van belang is om de goede tools uit te kiezen daarvoor, dan zou die handreiking ook wel iets nadrukkelijker mogen zijn naar essentiële instituten zoals scholen, hen daarbij ook te helpen, misschien met extra budget bijvoorbeeld, als je het inderdaad hebt over je wil betalen met misschien geld en niet je data. Of precies, de data van je kinderen. Ja. Paul? Ja, nee, maar dit geldt weer niet alleen in tijden van crisis. Heel veel scholen gebruiken software van Google. De 70% van de scholen. Dus eerlijk te zijn, hier ligt wel een hele mooie taak voor Den Haag. Help nou die scholen om een keer die overgang te precies maken. Precies. Er zijn er wel veel scholen die ook wel juridisch advies inwinnen, hè, rondom dit kader. Want wat mag je allemaal? Hè? Want de privacy van kinderen is natuurlijk ook heel belangrijk. Wat zijn verhalen die jij daarover kent, Judith? Ja, klopt. Wat ik wel zie is dat er veel koepels zijn die wel hun scholen hebben geadviseerd inderdaad hierover. Dus er is wel veel veranderd. En ook Zoom is wel een tikje veranderd natuurlijk sinds een jaar geleden. Wat ik ook wel heb gezien is dat er ook wel geklaagd werd door die scholen, omdat ze Zoom nou juist zo makkelijk vonden. Want 3 klikjes en de meeting loopt. En veiligheid, ik denk dat we het ook moeten hebben over alternatieven. Veilige alternatieven zijn en duurder en moet eigenlijk net zo gemakkelijk zijn als die veel gebruikte privacy-onvriendelijke alternatieven. Exact. Ik wil jullie allen danken. We moeten het gezien de tijd hierbij laten voor dit moment. Dank in ieder geval voor jullie inbreng hier in de studio en ook op afstand. Dank jullie wel allen. Fijn dat jullie er waren. Wij gaan richting de uitreiking van de Privacy Awards. Maar dat doen we niet voordat we natuurlijk nog de 4 genomineerden die we nog niet hebben gezien vanmiddag, voordat we die aan je voor hebben gesteld. En we beginnen, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, met Enki. Hallo iedereen. Mijn naam is en in de komende 3 minuten vertel ik u waarom Enki voor ieder type organisatie de aangewezen methode is voor maximale controle over persoonsgegevens op internet. De AVG staat de laatste jaren natuurlijk volop in de belangstelling. En alhoewel het idee achter AVG voor heel veel mensen goed te begrijpen is, blijkt het als geheel om allerlei verschillende redenen nog vaak lastig toegepast. Dit in combinatie met het principe van dataminimalisatie maakt dat veruit de meeste organisaties het vergaren of verwerken van persoonsgegevens over het algemeen liever uit de weg gaan. En alhoewel daar ook heel veel voor te zeggen valt, is dat ook een beetje jammer, want data biedt eindeloos veel inzicht en allerlei mogelijkheden voor bedrijven, groot en klein, om een betere aansluiting te vinden bij hun gebruiker. In de kern komt AVG neer op het recht op zelfbeschikking. Dat is het recht van het individu om zelf te kunnen en mogen bepalen wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. Met Enki gebeurt dat met behulp van een sleutel. Een cryptografische sleutel die, net zoals bijvoorbeeld een cookie, wordt opgeslagen in de browser. Zonder dat de gebruiker daar verder veel erg in heeft, worden zijn of haar persoonsgegevens met die sleutel versleuteld nog voordat ze over het internet verstuurd worden. Je persoonsgegevens worden dus automatisch versleuteld en zijn alleen voor jou beschikbaar. De verwerkingsverantwoordelijke, dus bijvoorbeeld de website die jij bezoekt, geeft jou als bezoeker via de plugin voor websites en webapplicaties de mogelijkheid om jouw gegevens te ontsluiten voor de duur van jouw bezoek. Mocht verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens ook in een andere context willen gebruiken, dan dient hij daarvoor op voorhand bij Enki een specificatie voor verwerking op te stellen.
In de specificatie voor verwerking worden antwoorden gegeven op vragen aangaande de beoogde verwerking. Gegevens betrokkenen geeft in de gebruikerscontext actief toestemming voor de verdere verwerking onder die specificatie. Verwerkingsverantwoordelijke krijgt daarmee als het ware leesrechten op een persoonsgegeven. De controle over zowel de toestemming aan zich als mede ook het persoonsgegeven zelf blijft te allen tijden bij gegevens betrokkenen. Op deze wijze is met EnKey zowel het recht op zelfbeschikking, de operationele uitdaging voor verwerkingsverantwoordelijke en ook de vastlegging van verwerkingen in het verwerkingsregister voor AVG integraal gewaarborgd. De plugin voor de website en de appbouwers EnKey, ook genomineerd voor de Privacy Awards. En de volgende genomineerde die we gaan zien, die hebben we eerder al genoemd. Hij werd volgens mij in het verhaal van Paul ook genoemd. Dat is De Ster. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Linda Worp en ik ben hier samen met mijn collega Tom van Bentheim vanuit Ster. Allereerst natuurlijk bedankt voor de nominatie. Vandaag laten we jullie graag zien welke weg we zijn ingeslagen op het gebied van online adverteren zonder persoonsgegevens. Maar voordat we beginnen, vragen we iedereen even consent te geven. Gelukt, zie ik. Zonder gekheid, dit was onze uitvraag voor advertentiedoeleinden voordat we de verandering door hebben gemaakt naar cookieloos. Iedereen vindt deze uitvraag vervelend, maar waarom houden zoveel publishers er dan aan vast? De markt is zo gewend om de doelgroep zo specifiek mogelijk te benaderen. De reden dat de consentschermen nog volop naar voren komen bij de publishers is dat ze er qua omzet afhankelijk van zijn. Bovendien bestond er nog geen alternatief waarbij je advertenties kunt uitsferen zonder gebruik te maken van persoonsgegevens en daarbij nog steeds aantrekkelijk kan zijn voor adverteerders. Wij hebben daar verandering in gebracht. We hebben een nieuw systeem gemaakt die de privacy van de gebruiker respecteert, transparant is voor adverteerders en rendabel voor de publishers. Met onze techniek kijken we naar de content. Hoe dat werkt, kunnen we jullie het beste laten zien. Bij Ster konden we al online videoadvertenties plaatsen op basis van de titel of het genre van een programma. Een talkshow viel dan bijvoorbeeld standaard in de context nieuws en actualiteiten. Een talkshow kan echter de ene keer gaan over politiek en de andere keer beter passen bij gezondheid. Dus hebben we onze manier van context targeting aangescherpt. Om te bepalen in welke context een specifieke uitzending valt, kijken we nu naar de teletekstondertiteling. Hieruit verzamelen we kernwoorden. Ook analyseren we de beschrijving van een programma of aflevering op NPO Start, met daarin welke gasten aan tafel zitten. De kernwoorden uit de ondertiteling en de beschrijving en de personen aan tafel bepalen bij welke context een programma of aflevering hoort. In dit geval vakanties en reizen. Op basis daarvan kunnen we je advertentie gericht plaatsen. Het doel van de verandering naar online adverteren zonder persoonsgegevens is natuurlijk dat je blijkt dat je deze data helemaal niet nodig hebt. De bezoeker krijgt dan de content die hij wil zien zonder dat hij wordt gevolgd door reclamenetwerken. Wij hebben gekeken naar de effecten voor adverteerders en daaruit blijkt dat je ook zonder consent de resultaten kunt behalen die je gewend was met cookies. Als je daarbij ook nog de passende context selecteert, kan dat zelfs 70% meer traffic opleveren. En Tom zei het al, het werkt voor iedereen en dat zien wij ook terug in de omzet. Had je benauw? Hierdoor is dus ook dat consentscherm, zoals we in het begin lieten zien, bij ons verleden tijd. Iedereen blij. En er kwam een oude bekende nog eventjes door het beeld. Loekie de Leeuw, leuk om te zien. En een aanpak die radicaal breekt met wat we tot nu toe kenden in deze wereld van de ster. Dank voor de introductie van jullie idee. Dan, we zijn er bijna. De één na laatste nominatie, Simple Analytics. Hoi, ik ben Adriaan van Simple Analytics. Als webdeveloper moest ik vroeger heel vaak Google Analytics installeren voor klanten. Maar dat voelde niet helemaal lekker. Dus ik heb besloten om zelf een product te ontwikkelen. Iets wat niet echt lijkt op Google. Google Analytics gebruikt namelijk cookies, heeft zijn data in de US en gebruikt ook de data voor hun andere tak advertenties. Daarmee proberen ze profielen op te bouwen van gebruikers, zodat ze beter advertenties kunnen verkopen voor een hogere waarde. Simple Analytics is een privacyvriendelijk alternatief.
gebruiken geen cookies, geen identifier en geen IP-adressen. We slaan ook geen persoonlijke data op. Wij tracken gebruikers dus niet. Al onze data bestaat op Nederlandse servers, binnen Europa dus. Onze klanten betalen ons voor een privacyvriendelijke tool. Voor ons is er dus weinig incentive om uiteindelijk niet privacyvriendelijk te blijven. Daarom is ons verdienmodel een sustainable verdienmodel. Onze visie is bedrijven een keuze bieden tussen privacyvriendelijk en niet privacyvriendelijk. Er zijn ontzettend veel niet privacyvriendelijke tools online. En wij willen daar graag een keuze in bieden. En is daar vraag naar? Jazeker. Wij hebben nu al 500 betalende klanten en een omzet van ongeveer 100.000 per jaar. We hebben ook 1700 studenten die gratis gebruik mogen maken van onze tool. En daarbij ronden we af met een blik op de toekomst. Voor de lange termijn en de meeste impact geloven wij dat wij bij de studenten moeten zijn. Zij zijn in de toekomst degene die het scriptje installeert. Installeren ze Google Analytics of installeren ze Simple Analytics? Door een partnership met GitHub, waarbij 40 miljoen developers zijn aangesloten, maken wij Simple Analytics beschikbaar voor studenten. Wij sponsoren deze studenten voor een betere toekomst voor ons allemaal. Mooi voorbeeld van een partij die de strijd aangaan met de gevestigde orde. Dat zijn de mensen van Simple Analytics. En dan met onder andere de invoering van de PGO's sinds 1 januari... mag een medische partij natuurlijk ook niet ontbreken in dit overzicht van genomineerden voor de Privacy Awards 2021. Die hebben wij ook gevonden voor Matbox. Echt privacybewustzijn heeft een hele slag gemaakt in 2016 toen de Europese wetgeving daarin kwam. En wij zijn zelf aanwezig geweest, ook bij een aantal zaken, toen de Europese Unie daar beslissingen over maakte. Goed en daadwerkelijk je aan de GDPR houden wanneer die er is. Hoe kan, vanuit de eerste instantie hebben we gezegd, hoe kan een bedrijf zich daaraan houden? Toen hebben we al snel kunnen concluderen dat het heel erg moeilijk is en dat je heel veel geld nodig hebt om je daar echt goed aan te kunnen houden. Dus het gaat constant om de personen en de individuen en de Europese burgers die bepaalde rechten hebben en dat die rechten gerespecteerd moeten worden. Als we dat nou helemaal terugbrengen naar de core, dus gaat het eigenlijk weer om een baas van eigen data. Jij moet daar volledige controle over kunnen hebben. De enige manier die ze echt kan, is als jij dat zelf hebt. Als jij zegt, een individu moet eigenaar zijn, kunnen zijn van zijn of haar eigen gegevens, moet je er ook een systeem bij aanbieden waarbij mensen kunnen interacteren met andere partijen, hè, met andere mensen, andere bedrijven, verenigingen, sociëteiten, wat dan. Hoe zouden we nu willen dat de wereld eruit ziet als we het gewoon echt zelf mochten bedenken? En daarna zijn we gaan kijken bij andere partijen, van, nou, hoe kunnen jullie daarop aanhaken? Bij ons heeft altijd, zeg maar, de burger, de Europese burger, heeft als centraal punt gestaan. Wij hebben een infrastructuur ontwikkeld waarin je als persoon eigenaar wordt van je eigen gegevens. Je hebt zelf je eigen gegevens bij je en je bepaalt zelf met wie je dat deelt, dat je gegevens doneert of beschikbaar stelt voor een onderzoek. Dat heb je allemaal zelf in de hand. En de infrastructuur is op zo'n manier opgebouwd dat de transacties die mensen hebben op een goede manier ondersteund worden. En er zijn dus nu op dit moment 200 aanmeldingen. Dat laat aan ons ook zien dat het commercieel bewezen is dat mensen hier behoefte aan hebben. Dat er partijen zijn die behoefte hebben aan een citizen science, dus burgeronderzoeken, gefaciliteerd en gefinancierd door burgers zelf, om bepaalde vraagstukken te gaan onderzoeken. We zijn binnen Verleidsport zijn we ook bezig met een PGL-project, het Personal Genetic Locker-project, waarin je je eigen DNA bewaart. En je altijd je eigen DNA mee kan nemen nadat die gesequenced is. Voor te zorgen dat jij daarna nog wat met die gegevens kan. Die gegevens zijn van veel toegevoegde waarde als het gaat om bepaalde medicijninname, als het gaat om bepaalde erfelijke aandoeningen die je misschien wil laten onderzoeken. En wat ook nog wel interessant is om hierbij te zeggen, is dat we ook andere partijen hebben
die dat onderzoek nu zien. En die zeggen, hey, wacht, ik ben onderzoeker van, weet ik het wat, longen. Ik wil ook graag dit. En daarmee hebben we ze allemaal gezien. De genomineerden van de Privacy Awards 2021. Complimenten alle voor het maken van de filmpjes en het uitleggen daarin van jullie verhaal. Dan gaan wij naar de uitslag, de prijsuitreiking en ook natuurlijk de toelichting. Dat gaan we doen voordat ik heb verteld wie er allemaal in die jury zitten. Want dat is een heel peloton aan mensen. Ancilla van Lees, de voorzitter van Privacy First, die hier net aan tafel zat, zit daarin. Ook Paul Korremans, Mark van Lieshout, Alex Commandeur, Melanie Riebeck, Nico Mookhoek en Rion Rijker. Dat is de samenstelling van het team. Ze hebben zelfs ook een vacature, dus mocht je je aangesproken voelen, dan kun je je nog aanmelden. En dat allemaal onder de aanvoering van de juryvoorzitter. En die is bij ons hier vandaag in Nieuwsport, Wilmar Hendricks. Het woord is aan jou, Wilmar. Dank je wel, Tom. Ja, we zijn voor de uitreiking digitaal helaas. We hadden het heel graag fysiek gedaan. We zijn volle zalen gewend bij deze uitreiking van de Nederlandse Privacy Awards. Namens de jury mag ik het hier doen op een digitale wijze. Maar hij staat hier echt en we zorgen voor de prijswinnaars dat hij er echt bij jullie gaat komen. Dit prachtige, zware kunstwerk. Dat als allereerste. GDPR, AVG, privacy, het komt meer in het nieuws en dat is hartstikke goed. Paul Tang als Europarlementariër benadrukte dat ook al. Er wordt naar Europa gekeken als het gaat over privacy. En dat vinden we een goed ding. Corona, de pandemie, die zet ook aan tot het nadenken en meer praten over privacy. En dat kan tot mooie en tot lelijke dingen leiden. En dat is niet altijd leuk. Maar als het echt nodig is, is het nodig. Maar als het niet nodig is, mag het niet. Dat geldt ook voor persoonsgegevens verwerken. En dat vereist altijd weer een afweging. De gluurprogrammatuur, zoals Monique Verdier het vanuit de autoriteit persoonsgegevens noemde. Een voorbeeld is bijvoorbeeld die coronamelder. Maar die is geregistreerd, die is genomineerd ook als mogelijke prijswinnaar voor de Nederlandse Privacy Awards. En dat is heel bijzonder. Want ergens is het toch een volgend systeem wat in ons leven bepaalde dingen volgt. Via een apparaat, via een applicatie en met andere systemen communiceert. Toch is het als voldoende positieve ontwikkeling gezien om het hierin mee te nemen. En ik zeg ook wel eens, stel je nou eens voor dat zoals ebola dit virus, dit coronavirus 60-80% van de geïnfecteerden fataal zou worden. Dan zouden de stellingen tot andere reacties geleid kunnen hebben. Daar moeten we ook over nadenken. Het zijn afwegingen. En die zijn niet altijd gemakkelijk. Dus ook daarin volg ik Erik Gerritsen, die daar eerder vandaag over sprak. Laten we ook vooral positief kijken en de innovatieve leersfeer met elkaar blijven stimuleren. Gelukkig kan de Stichting Privacy First ook complimenten uitdelen. Ook dat werd vastgesteld. Een heel lelijk ding wat we wel tegenkomen nu in de pers is toch dat lekken van die GGD-gegevens die verkocht worden. En dat is een vervelend verhaal, we weten er niet alles van, dus kunnen er niet alles over zeggen. Maar twee dingen vielen mij wel op toen ik daar mensen over hoorde praten en de discussies over volgde. En ten eerste is het fenomeen hoe er dingen worden, bijzondere persoonsgegevens en gevoelige persoonsgegevens door elkaar lopen. En dat vond ik een heel interessante, om er even met elkaar op de agenda te zetten. Bijzondere persoonsgegevens zijn in de wet verboden te verwerken, tenzij er een heel bijzonder geval aan de orde is. Gevoelige persoonsgegevens is wat anders. Stel, het feit dat iemand positief of negatief getest is op het coronavirus, en dat komt ergens fout terecht, dan is dat een bijzonder persoonsgegeven. Zelf vind ik dat niet zo heel erg gevoelig, want ik zou het ook gehad kunnen hebben. En hoe erg is dat? Maar aan de andere kant, de persoonlijke adresgegevens en het 06-nummer van een misdaadverslaggever, als die worden verkocht, dan kan dat weer heel gevoelig zijn. Dat is geen bijzonder persoonsgegeven, maar wel heel gevoelig. Dat zijn dingen om over na te denken met elkaar. Gevoeligheid geeft dat een plekje op de agenda. En het is ook mensenwerk. En dat is een ding wat ik ook graag meegeef aan iedereen die draaiende systemen heeft. Ergens houdt de techniek op, richt de techniek goed in. Zorg dat mensen niet bij informatie kunnen van personen als dat echt niet nodig is. Iemand die in Maastricht telefoontjes opneemt over mensen daar hoeft niet te weten hoe het er in Texel aan toe gaat. Dus blokkeer dat ook heel goed.
En maar leer ze ook dat ze dat niet mogen. En controleer ze ook. Vertel ze dat ze gecontroleerd worden. En laat merken dat ze gecontroleerd worden. Dat mag wat mij betreft een nieuwe norm worden. Maar we zijn hier voor de prijswinnaars en dat gaan we doen. Want die zitten in spanning te wachten, als het goed is, in een parallele sessie in de digitale nieuwe werkelijkheid. Dus de Nederlandse Privacy Awards als positief licht, de bright side of privacy noem ik het dan vaak. We gaan mensen en organisaties en initiatieven belonen met een felbegeerde award. Vooruitlopend op volgende jaren, aanmelden mag, moedig mensen aan om aan te melden. Het is je nek uitsteken, maar hier word je in het zonnetje gezet, hier word je niet afgefakkeld. Dus meld jezelf en anderen aan om kandidaat te worden voor de Privacy Awards. 2021 hadden we veel inzendingen en het was moeilijk. En uit alle inzendingen hebben we genomineerden gehaald. Die hebben jullie vanmiddag allemaal kunnen zien en horen. Dat was een hele moeilijke keuze, maar als je genomineerd bent, durf ik je te verzekeren dat met deze jury waarmee we dat hebben gedaan, er pittige discussies zijn gevoerd en dat het ook heel breed is bekeken, maar dat we wel tot het unaniem oordeel zijn gekomen dat het zo interessant is dat dit hier een plek moest krijgen. En in het juryrapport, wat ook na de conferentie van vanmiddag wordt vrijgegeven voor de pers en ook gepubliceerd zal worden, hoop ik, dat daar wordt ook uitgelegd waarom juist die initiatieven wat ons betreft als jury zo belangrijk zijn om mensen te inspireren, organisaties, bedrijven, maar ook consumenten scherp te houden op van hoe belangrijk het is om zorgvuldig met andermans gegevens om te gaan. Misschien in de toekomst, hoorde ik van de politici, wel eigendom van ons worden. Zover is het nog niet, maar ik stel voor dat we de echte uitreiking gaan doen. En dan beginnen we met de allereerste, daar hebben we een mooie countdown voor ingericht als het goed is. En dat gaat gebeuren in de eerste categorie, en dat zijn de consumentenoplossingen. En dat betekent dat we nu gaan aftellen. En hij komt in beeld en het wordt de winnaar van 2021. Compliment voor de consumentenoplossingen, de ster. En wat is nou het mooie? Hier stond een Europarlementariër kort voor mij te praten en die heeft al het gras voor de voeten van de jury weggemaaid. Want die heeft precies uitgelegd waarom ster de winnaar moest worden van deze mooie prijs. Van harte gefeliciteerd. Het is volgens mij eigenlijk al voldoende uitgelegd waarom, maar wat we heel belangrijk vinden en ook een reden even waarom we het de consumentenprijs hebben genoemd, is dat het, we hadden ook een business-to-business oplossing kunnen noemen. Kijk eens, ja, we hebben ze al in beeld, want dat was inderdaad de vraag die hieruit volgt. Want we hebben de winnaar in beeld. En ik wilde even nog benadrukken waarom we het nu als consumentenoplossing hebben gedaan. Namelijk, dit is voor iedereen heel erg goed nieuws. Het is namelijk het bewijs voor de Big Five en alle andere boeven die van ons geld miljonair willen worden, of van onze gegevens miljonair willen worden. Het bewijs dat die gegevens helemaal niet nodig zijn om goede advertenties op de goede plek terecht te laten komen. Dus van harte gefeliciteerd. En ik ben heel benieuwd wat jullie er zelf van vinden. Ja, we zijn er natuurlijk heel, heel erg blij mee. En ik ben enorm trots op het team wat dit bewerkstelligd heeft. Het was natuurlijk door de invoering van GDPR zijn we hiermee aan de slag gegaan. En we hadden zelf niet kunnen dromen dat het zo succesvol zou zijn voor het publiek en voor adverteerders en voor eigenlijk alle partijen. Dus ja, heel erg veel complimenten aan het team. En ja, we zijn er heel blij mee. Echt heel blij. Heel fijn. Van harte gefeliciteerd, geluk gewenst ermee. We zorgen dat dit naar jullie toekomt. En voor de Big Five en de Cornuiten zeggen we, maak je borst maar nat, want ster heeft bewezen dat het ook anders kan. Heel veel dank. En dan gaan we door naar de tweede categorie, dat zijn de bedrijfsoplossingen. Ook daar waren er een aantal inzendingen, een aantal genomineerden, en daar gaan we nu van bekendmaken wie deze prestigieuze prijs als bedrijfsoplossingen business to business heeft gewonnen. En daar wordt het weer even heel spannend, want dit hoort bij het opbouwen van de spanning, vooral voor de genomineerden.
en de winnaar van de bedrijfsoplossingen van de Nederlandse Privacy Award NL Digital. Van harte geluk gewenst. In nauwe samenwerking met de autoriteit persoonsgegevens is er een betrouwbare en erkende certificering afgeleverd. Dus heel veel geluk gewenst met die prijs. En vertel me gewoon wat je ervan vindt. Ik vind het geweldig. Ik ben ontzettend blij met deze award. Zeker als je bedenkt dat DataPro is er natuurlijk gewoon niet zomaar gekomen. Het is pionieren. Voor ons als organisatie, voor alle betrokkenen. En dat is nou eenmaal zo als je de eerste bent. Het heeft ongelooflijk veel bloed, zweet en tranen gekost om dit op te zetten. Dus deze prijs is een geweldige erkenning daarvoor. Vooral voor het team natuurlijk wat zich keihard heeft ingezet. En ook voor de lidbedrijven die vrijwillig hebben geholpen om DataPro te realiseren. En onze ambitie is natuurlijk dat alle verwerkers in Nederland zich DataPro gecertificeerd kunnen noemen. En ik ben ervan overtuigd dat deze award daarbij gaat helpen. Dus ontzettend bedankt. Heel graag gedaan. Mede uiteraard namens de hele jury nogmaals. Want die hebben er heel veel tijd en energie in gestoken om hier ook goede afwegingen te maken. Wij zorgen ervoor dat deze mooie prijs ook bij jullie terechtkomt. Heel veel succes daarmee en ook vooral succes en een aanmoediging voor alle organisaties, bedrijven en dienstverleners die zich willen laten certificeren. Weet ze te vinden, want het is gewoon de moeite waard en het is een neutrale en betrouwbare basis. En daar hebben we ze vooral voor uitgekozen. Als derde categorie hebben wij een prijs moeten, want het was ook al moeilijk aanwijzen, voor ook de overheidsoplossingen. En ik weet dat daar een paar mensen in spanning zitten, want twee rivaliserende ministeries in dit geval, die hebben inzendingen gedaan. En de coronamelder is er een die heeft zwaar onder vuur gelegen, maar toch is die genomineerd. Laten we dat vooropstellen dat een eer is bij deze kritische jury. Dat durf ik wel te garanderen. Daarnaast was er het FCI-net en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Die twee, dat is een strijd geweest en we gaan nu kijken wie van die beiden hier de prijs in de wacht gaan slepen. En hier hoort eigenlijk tromgeroffel bij en een volle zaal met fluisterende mensen. Maar we moeten het doen met het mooie beeld en mijn verhaal. De categorie overheidsdiensten is de winnaar geworden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en FCI-net. Van harte proficiat. Het was echt een zware afweging. Lees in het persbericht waarop we dat hebben gedaan. Het was moeilijk, maar hier zijn we ontzettend blij mee. Match 3 is een systeem, en dat was ook de belangrijkste afweging om die prijs toe te kennen, wat heel breed en internationaal toegepast kan worden om ervoor te zorgen dat er niet onnodig hele grote bestanden overschuttingen worden gegooid naar plekken waar we niet precies weten wat ermee gebeurt, maar dat dat op een hele secure manier gebeurt. Met als extra compliment voor het feit dat ook hier de menselijke stap, laten we even aan het drama van de kindertoeslag denken, dat de extra menselijke stap erin gebouwd is. Dat betekent dus, er worden matches gemaakt, maar voordat die matches automatisch worden doorgezet, kun je daarvoor zorgen dat er een menselijk oog naar kijkt. En dat is denk ik in het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer een heel belangrijke. Daarom, wat vinden jullie ervan om deze mooie prijs te ontvangen? Nou, we zijn als team natuurlijk ontzettend trots en blij dat ons deze eer te beurt valt. Dat we een Privacy Award krijgen voor het traject van grensoverschrijdende criminaliteit met de inzet van Match. En ik glimlach ook dan van oor tot oor. We doen dit uiteraard niet voor onszelf, maar echt voor de versterking van de privacyrechten en de manier waarop we binnen JNV informatie met elkaar delen. En die award, deze award ondersteunt ons natuurlijk enorm om technieken die toch op de rand van innovatie zitten, om die breder binnen ons departement in te zetten. En zo echt te zorgen dat de privacyrechten beschermd worden, maar ook de effectiviteit van ons als ministerie. Dus ontzettend bedankt voor deze erkenning. En daar zijn we hartstikke blij mee. Van harte gefeliciteerd nogmaals. En wij zorgen voor ook dat voor jullie de mooie bokaal bij jullie terecht gaat komen. Dan blijft er nog één categorie over. En dat is de aanmoedigingsprijs. En de aanmoedigingsprijs
daar weet eigenlijk nog helemaal niemand waar die heen gaat, want daar was geen inzending voor mogelijk. En die kunnen soms uit de blauwe lucht vallen en dat kunnen genomineerden zijn, dat kunnen inzendingen zijn. Dus dat is voor iedereen nog een vraag, maar voor zometeen voor ons allemaal een weet. Want de winnaar voor de aanmoedigingsprijs voor de Nederlandse Privacy Awards 2021 is geworden. En ook hier, denk een tromgeroffel er maar weer bij. Ik neem volgend jaar een trommel mee als we weer digitaal moeten. Is geworden in de aanmoedigingsprijs. Het is Sloes. En dat betekent niet dat deze conferentie al Sloes is, maar Sloes heeft de aanmoedigingsprijs gewonnen. Van harte gefeliciteerd. Over je nek uitsteken gesproken om een inzending te doen hier. Sloes heeft dat voor de derde keer gedaan. Dat is niet de reden dat zij die prijs krijgen, maar wel volhouden loont. Maar Sloes werkt al jaren aan een innovatieve persoonlijke kluis om persoonsgegevens in te bewaren en te delen. En zelf, ja, datatikkies vond ik een mooie kreet die daar werd genoemd in jullie presentatie. De oplossing spreekt voor zich. Er is nog een weg te gaan. Dat was de reden dat we de prijs in de categorie die jullie bedoelden niet hebben uitgereikt. Maar de aanmoedigingsprijs betekent van jullie gaan hiervan horen. Want dit is iets waarvan wij als jury overtuigd zijn dat dat bijdraagt aan innovatie op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat betekent dus dat ik jullie mag vragen daarop te reageren. Wat vinden jullie ervan? Nou, daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op, want terecht zeg je dat we al een tijdje bezig zijn en aan de weg timmeren hiermee. We verzamelen ook nominaties, zeggen we wel eens gekscherend. Het feit dat we er nu echt eentje binnenhalen, weliswaar een aanmoedigingsprijs, zijn we natuurlijk hartstikke trots op en heel erg blij mee. En misschien mag ik meteen een oproep doen, want zoals ik inderdaad in de pitch zei, we doen het al samen met een aantal organisaties. Meer dan de organisaties die we noemden. Maar we nodigen ook heel graag bedrijven, organisaties uit om dit gigantische traject waar we mee bezig zijn, om dit samen met hen te doen. Dus nogmaals de uitnodiging. Heel veel dank en nogmaals van harte gefeliciteerd. En die uitnodiging, laat dat vooral ook een uitnodiging zijn namens de jury van de Nederlandse Privacy Awards om, want die aanmoediging is misschien als prijs naar Sloes gegaan, maar is ook een aanmoediging voor de organisaties om zich bij hen te melden en door te vragen van is dit voor ons toepasbaar en dan gaan ze jullie verder helpen. Ontzettend veel dank. Dank voor jullie tijd en volgens mij zitten we ook keurig op de klok. En dat betekent dat ik voor de afsluiting van deze middag het woord, het stokje, terug mag geven aan Tom. Dankjewel Wilmar en dank voor de prijsuitreiking en met dat bedankje zeg ik ook dankjewel tegen al die juryleden die, je zei het al, lastige avonden hebben gehad om tot een conclusie te komen. Dank daarvoor, dank voor jullie werk en dank ook aan iedereen die betrokken is bij deze awardshow. Je kunt alle uitzendingen van vandaag terugkijken, ook met de presentaties die gegeven zijn. Er zijn een aantal interessante zaken gedeeld. De powerpoints daarvan gaan wij allemaal met je delen en in de komende dagen ontvang je links naar de plekken waar je dat kunt vinden. Ik feliciteer alle winnaars van de Privacy Awards. Ik herhaal ze nog eventjes per categorie. De Consumentenoplossingen Award is gegaan naar De Ster. In de categorie Bedrijfsoplossingen NL Digital. In de categorie Overheidsdiensten FSC-Net en het Ministerie van Justitie en Veiligheid met Match 3. En in de categorie Aanmoedigingsprijs hebben we net gezien Sloes. Nogmaals gefeliciteerd. Ik wil ook iedereen bedanken die deze uitzending en deze award show mede mogelijk heeft gemaakt. Dat is onder andere het ministerie van EZK. Grote dank voor het mede mogelijk maken van deze conferentie vandaag. En de sponsoren van de Privacy Awards, die wil ik ook nog eventjes bij naam noemen. De Stichting Democratie en Media en de Privacy Factory. Dank. En ook alle mensen die betrokken zijn bij ECP en Privacy First. Grote dank voor jullie bijdrage aan deze uitzending. Dankjewel voor het kijken en voor de goede vragen die binnen zijn gekomen. Wij hopen uiteraard dat wij over een jaar weer hier zijn en dat we elkaar dan weer allemaal kunnen zien en dat we na afloop een drankje en een hapje kunnen doen. Voor nu een hele fijne avond en heel graag tot een volgende keer. Dag.